En, met, en hier in België, met kranten en zo? Heb je hier interviews gehad met kranten en zo? Uh, ja, met TV Limburg. TV Limburg, ja. denk ik. Ja, ja TV Limburg. Oh, hoe doen die eigenlijk? Is dat zo... Die contacteerden mij en de laatste keer was die bij mijn thuis gekomen. Ah, oh, maar ideaal. En soms ga, ga ik zo naar de gym en komen ze me daar. Ja. Dat ja. moet ook wel, dat is goed dat, uh, dat de mensen... Ja, dat, dat is goed TV voor de de mensen die mij kennen en dan weten ze wat ik doe. Uh, ja. Ja. Ik dacht, weet je wat, ik dacht eerlijk gezegd, hè? ik dacht, omdat ik het getekend bij Ali Abdelaziz, ik dacht, heeft u de opdracht gegeven om meer interviews te doen en zo? Uh, nee, eigenlijk. Nee, nee. Ah, okay. Push die niks. <laughs> Uh, nee, dat is de beste manager. Ter Letterlijk, hè? En bij mij kun je geen betere manager hebben. Ja, ja, ik denk dat dat een manager is van, van welke MMA-vechters nog? Ja, Kamaroesman, uh, Kabib ook, denk ik, of niet? Of ja, dat was? Vroeger, ja, dat ja, was. Moeiem, de Norma Gomagos. Letterlijk, je kunt blijven opzommen. Hoezo kan hij de manager zijn van zoveel mensen tegelijkertijd? En toch wel de aandacht hebben voor zijn vechters? Die heeft een team, ja. Hij heeft mensen werken voor hem eén doet dit en één doet dat en hij, is hij, hij zorgt ervoor dat hij uh, persoonlijk contact met u heeft ja. en uh, hij zorgt de band tussen de organisatie tussen u en maar uh, al de rest doet uh, zijn werk mee moet ik Maar ja. ja, die ja, heeft de code en die weet hoe dat werkt hè ja en die heeft ook als een connectie maar ja. is ook al hoe lang zit hij in de game ook hè? Het is er echt al twintig of zo in. Ja, dat is niet normaal. Wat dan echt niet zo moestje, dus next Echt waar. Als je van al die vechten hebt een percentage gepakt, En dan moet je niet vechten. Maar volgens mij is hij ook vol geld denk ik Maar hij heeft zelf ook, hè? Of hij heeft zelfs wedstrijden gedaan. Vroeger heeft hij zelf gevocht. Maar niet in de UFC of zo. Nee, nee. In Japan dacht ik. Maar toen was Japan ook wel Ja. Afjuks weer. Abdelaziz. Echt waar. Connor heeft die goede. Als ik, als ik die naam hoor, denk ik aan Connor de manier van uitspreken. Uh, Ali Abdolaziz. <laughs> <laughs> die man is echt. Hij is niks, lui. Die is ook naar een klot aan het gaan nu, hè, tegenwoordig. Ja, ja. Die zit onder me. Ja, met zijn ja. dinges. Met heel zijn issue met uh, Michael Chandler. Dus die ja, hebben het tough en... gedaan. Maar die gaat sowieso verliezen. Ja. Maar die gaat ook niet vechten, denk ik eerlijk dat, gezegd. De kans is groot dat hij ik... niet gaat vechten. Ik heb gelezen uh -huh. dat hij niet is. Nee, uh, in de, Ousada de Ousada die heeft dus, zich niet laten testen opdaten. Dus je moest uh, een, een teststempel ingeven. Uh, en die heeft dat niet gedaan voor Usada. Dus voor dat gevecht van Michael Chandler. Dus die gaat gewoon niet vechten. Ja, ja maar ik ben niet verrast eigenlijk. Nee, eerlijk Van hem wordt je nooit verrast. Dus ja, dat is dat waar. Is dat is gek. Is echt, uh, uh, ja. Maar die heeft wel, die heeft Dana bij zijn ballen. Ja. Die kan doen wat hij wil. Die, die kan, keer kan ook. echt vechten wanneer hij wil. Die kan vechten wie hij wil. Vult te zalen. Die het ja. dus geld op. Puur op nummers, hè. Maar ze zeiden wel, sinds een jaar of twee geleden zeggen ze van ja, die heeft te veel succes en uh, te veel geld aan verdienen buiten MMA. Dat hij nog de dingen heeft, de drive om te gaan vechten echt in de octagon en, en om te gaan trainen regelmatig. Ik denk dat hij ergens zijn doel heeft behaald. En, uh, als je ergens je doel behaalt, dan houdt het ook op, denk ik. Ja, ik denk niet en dat hij ook. aspiraties heeft om, om voor een belt te gaan. Kampioen worden en heel veel geld hebben. En dat heeft hij nu. Ik denk dat hij klaar is. Welkom, welkom, welkom. Welkom bij podcast Het Perspectief. Vandaag hebben we weer een heel interessante gast. wel echt een interessante gast vandaag. Shit, hè. Die ben ik kwijt. Het deze, hè. Die moet ik toch veranderen? Dat moest ik hebben. Niemand heeft er veranderd. We hebben vandaag een heel interessante gast. Uh, iemand die ik persoonlijk ook ken, die ik ook heel graag heb. Uh, de toekomstige Heavyweight Champion van Bellator. Yes. Momenteel nummer 4 gerankt. Wat al super mooi is. Kukan Saracen. Welkom, Kukan Hebben. welkom, welkom. welkom, welkom. Um, ik zal eerst een korte introductie in hoe ik je ken, hè, want ik wil bluffen nee. met het feit dat ik je ja. ken. <laughs> nee, ik ken gek van heb je al sinds ik letterlijk tien jaar ben, we hebben het net, net nog over gehad, toen ik met mijn vader kwam boxen ja. en zo geeleen natuurlijk ook nog. Ja. Um, ze hebben samen gebokst in hout halen. En toen al, ik heb dat altijd gezegd. Zit, ik heb nog nooit met iemand gevochten die zo mooi okay. vecht als jij. Dat heb ik altijd al gezegd. You, en dat, man, dat man, is nog steeds het geval. Dat Ik denk, man. Man. Ja, ik heb denk ook zelfs op een aflevering dat, je dat, dat kan. gedaan yeah. Gewoon puur om het feit dat je. Op uw gewicht, zit. je was een heavyweight en uw voetenwerk, en dat was enkel boksen toen, hè? nog niet eens ja. dat was een enkel boksen. Uw voetenwerk en uw snelheid toen was, was niet normaal gewoon. Dat was, en niet alleen voor mij, ik weet toch met de jongens, we zeiden dat ook altijd van, what the fuck? Wat is dit? Het is talent. <laughs> maar het sparen he? met hem was een hel, hè? dat was een nachtmerrie. Dat was een nachtmerrie. Ja. Dat was zo lang, zo snel ja, ja. binnen-buiten, dat was niet je je kreeg constant tikken gewoon. En dat is oh. nog op jonge leeftijd, hè? Ja. Ja, ik was begonnen toen ik 12 was, maar toen we samen trainden was ik. Een jaar of 17 of zo. Ja, want hoe oud je? van welk jaar zit je? 91. Ik ben 96, dus je zit vijf jaar ouder dan ja. mij. Ik was toen 11, 10, 11, dus ik was 15, 16. Ja, 15, 16, ja. ja. En toen was dat toen was ik een heavyweight ook. Ja, ja, ja toen, was, toen was ik al heavyweight, ja. toen ja. Was ik al 100 kilo of zo, denk ik. Zo lang, ja. <laughs> <laughs> dus ik was piskend daar tegen hem. Ah, ja. <laughs> oh, Goede tijden. Ja. Um, maar dus je zit nu. Een, een lange tijd sindsdien, hè? want je zit nu. Heel... Letterlijk de lucht ingeschoten eigenlijk. Ja. ja nu, nu begint het op goede weg te gaan, eigenlijk. Ja. Ja, want voor degene die dat niet weten, Bellator is, durf ik zeggen, de tweede grootste MMA-organisatie op, op de wereld. Ja. Um, na UFC. Na UFC, ja. inderdaad. Uh, dus dat is een serieuze accomplishment. Hè, om in die organisatie, de nummer vier te zijn, in de heavyweight divisie ook nog. Okay. Um, als Belg zijn, als Turkse Belg zijn, Ja. Dat doen er niet veel, hè. Ja, want die sport, moet ik zeggen, dat sport dat leeft niet echt hier in België. Nee, dus nee. mijn werk, mijn, mijn sport is eigenlijk in Amerika. Ja. En uh, je hebt weinig, weinig Belgen en uh, die, die hier in België wonen, die succes boeken in MMA, zeker in zo'n grote organisatie. Uh -huh. Want uh, ja, het niveau is uh, niet slecht, maar ook in uh, Bellator of UFC niveau hier in België. Dus. Je Heb ook uh, niet veel teams ook gewoon hè? Nee, en zeker ook geen zware jongens. Je hebt wel een paar goede jongens op, uh, op lichter niveau, <laughs> uh, op uh, um, lichter gewichtsklasse. Ja, huh. maar bij, uh, zoals mij een zware jongen die, uh, die, die op hoog niveau vecht, dat heb je eigenlijk. Niet. Hoe hoe heb jij dan dat verschil kunnen maken? Uh, hoe is dat gebeurd? In 2018... Ben ik in Nederland gaan trainen bij Bert Kops. En, uh, om, en daar trainde ik Gegard Moussassi eigenlijk. Ja. Ik kwam daar altijd sparen. Dat is een legende trouwens, Gegard ja. Moussassi. Middleweight, champion lange tijd geweest van Bellator en nu e ook in de UFC. Een van de beste middleweights ooit, kan je ook zeggen. Ja. Twintig jaar aan de top gevochten, overal belts gewonnen. De beste eigenlijk. En uh, met hem ben ik, gaan, uh, ben ik gaan trainen eigenlijk. Heb ik gespart met hem. Ik was totaal niet in shape. En, uh, ik was toen uh, had ik pas een zaak opend, was ik zelfstandig schilder en probeerde ik dat zo wat te combineren met trainingen. En toen ben ik met hem gaan sparren en had hij gezegd van hé, hey, je hebt wel een beetje talent en dit en dat. En, uh, hij heeft thuis zo'n uh, privé gym, waar uh -huh. alleen maar uh, moet ik zeggen goede jongens komen. Uh -huh. Toen mocht ik daar eens komen trainen, dus ik was vereerd en ik dacht van wauw, uh -huh. dit is een kans voor mij. Uh -huh. En toen ben ik daar gaan trainen. Maar in België ben ik, was ik altijd een van de pesten. Dus ik dacht: van <laughs> ik, ga, ik ga even iets laten zien daar. <laughs> en, en toen kwam ik daar en uh, was ik gewoon was een stuk vat eigenlijk behandeld. Was ik gewoon ja. constant op de grond. En uh, Omdat ik toen nog niet goed kon worstelen. Okay. En, uh, mijn uh, grond-game uh, was, ja, was ook niet heel goed. Maar ja, toen ben ik daar blijven gaan en heb ik een paar wedstrijden met hun samengevochten in Nederland. En dan heb ik uh, een paar wedstrijden gewonnen en uh, dan hebben ze eigenlijk, uh, ervoor gezorgd dat ik bij Bellator kon tekenen. Mm -hmm. Dus eigenlijk is dat zo allemaal begonnen. Dat is via moesatie ja. in Belderland. Ja. Ja. Ja, ja, dat is wel mooi. Ja. Nu voor alle duidelijkheid, je was toen ook al gestopt met vechten. hè? Toen je daar ja, kwam, maar euh... tot 22. Van 12 tot 22 heb ik altijd geboxt, amateurboksen. boksen, geen kickboksen? Nee. En uh, ik werd altijd Belgisch kampioen en zo. Uh, ik won al mijn wedstrijden. <laughs> het probleem was dat ik geen geld ermee kon verdienen. En uh, ik was 20 toen ik al trouwde. Ik had al uh, een dochtertje toen ik 21 was. Dus bij mij was meteen uh, duidelijk dat ik geld moest verdienen. Ja, Serieuze dus, leven? Ja, gezin onderhouden. En, uh, ja toen ben ik eigenlijk uh, ben ik eigenlijk gestopt gewoon omdat ik geen doel had hmm. ik zag geen uh, toekomst met met boksen eigenlijk en uh, ja, toen ben ik gestopt maar ik wist altijd dat ik de in mij had ja. om uh, om, te om, 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 op, om op hoog niveau te vechten w wanneer is het moment geweest dat je zelfstandige activiteit hebt kunnen stoppen door de inkomsten van het vechten of hoe, nee. hoe heb je dat dan gedaan die overheid? Uh, ja dus ik was zelfstandig dat was in 2017 denk ik, zo heb ik een jaartje of anderhalf jaartje gewerkt. En dan was ik dan het combineren. Dus dan ging ik eigenlijk met een vriend mee. Hij was ook zelfstandig. Uh, Robin, ik ging ik met hem meewerken. En dan ging ik zo drie dagen werken. En de rest, de harde trainingen. De dagen dat ik harde training had, ging ik dan niet werken. En dan ging ik dan sparen eigenlijk ja. in Nederland. Hè. En uh, zo heb ik dat gecombineerd met. Uh, uh, was ik ook bewakingsagent uh, eigenlijk. In de weekenden werkte ik in een discotheek mm -hmm. om ook wat geld te verdienen. daar heb ik eigenlijk tot, tot juist voor de corona nog gedaan. tot juist voor de corona heb ik dat nog gedaan en dan ben ik gestopt eigenlijk. Ja. heb ja, ik ja, geen probleem met zo'n portier. Uh, <laughs> <laughs> Je wilt gewoon uh. even... Ja, sorry vriend, je hebt geen meisjes bij. En je, in één keer gewoon een knokpartij. Dat staat gewoon op de grond, met een knie op je nek. Nee. Word... <laughs> Meteen afgelopen, korte metten. Nee, nee. Bij mij ging dat niet zo. Ik was meestal uh, heel lief. <laughs> <laughs> ja. Maar ja, dat was, moet ik zeggen... Dat was een moeilijke periode, want... Uh, ja, het ja, is dus niet dat je elke weekend vecht en dat je geld verdient, hè, want je verdient alleen geld als je vecht. Ja. En uh, dus dat was vaak dat ik ging porteren. En zonder slaap reed ik naar Nederland. ging ik trainen en dat is 2,5 uur rijden. Dat is in Leiden dus. Dat was 2,5 uur rijden en dan uh, kom ik naar huis, eten, een beetje slapen en dan uh, weer gaan porteren. Ja, uh, dat dat heb ik. Het is niet dat dat vanzelf is gekomen, het is niet zo van, ah ja, ik heb uh, een kans gehad, en, uh, ik, ben er, ik heb zeker een kans gehad, maar ik heb er ook heel hard voor moeten werken. Ja. en Het is nu al vijf jaar dat ik dit doe, dat ik uh, bijna 2000 kilometer per week rijd. <laughs> en dat uh, was niet makkelijk hoor. Om, uh, nee, zeker. En tegelijkertijd heb je ook nog eens kinderen, je hebt een gezin, ja, en maar dan wat heb je dat gedaan zelfs? <laughs> ja, oh. da 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 daarom dat ik da ook zeg, van, eigenlijk is dat niet mogelijk nee. om... Uh, om, ik wil niet stuurvors, maar eigenlijk is dat niet mogelijk om zoiets te bereiken. Want dat is, moet ik zeggen, dat is geen investering van uh, een paar maanden of zo. Je moet jarenlang ja. jaren ja, in je eigen geloven en uh, in je eigen investeren. Dat kost geld, dat kost tijd. Dat kost soms uh, een feestje waar je niet bij kunt zijn. Tuurlijk. Veel dingen. Ja. Wat is, kunt u zo het, het slechtste moment herinneren? Je zo, zo grootste tegenslag in die periode? Mijn grootste, tegenslag, ja. Verliezen. Als dus je hmm. verliest. Dus je hebt er al die dingen in geïnvesteerd. Ja, je, ja. je zit alles aan het doen en uh, Je denkt dat je alles goed doet. En, uh, en dan komt je in de kooi en dan uh, komt het uh, komt er niet uit. Of, of heb je een blessure waar je niet goed hebt uh, kunnen trainen. Er, er is altijd iets. Dat Was echt die lange dus, kerel, hè? Ja, Steve ja, toen tegen hem was. Dat was mijn allereerste bellen ja. Toen deed ik nog maar. Nog minder dan een jaar MMA, eigenlijk. Ja. Dus ik had geen ervaring. Ik kwam van boksen. Ik was heel lang gestopt. Ik had van 22 tot 27, 28, niks gedaan. Dan kom ik opeens, vecht ik een paar wedstrijden hier lokaal in Nederland. En, uh, ik, en dan mag ik opeens op het op grote podium staan. Oh man, ja. Maar zonder, zonder de ervaring. Ja. En toen kwam ik te kort, eigenlijk. Maar ja, dat verlies heeft mij wel gemaakt. Ja. Wat, heb je, wat was de gameplan na? Want je hebt verloren met een Kimura. daar. Hè, ja. wat, wat, was je, wat was je gameplan daarna? Oh, mijn gameplan was eigenlijk mijn hele, hele uh, all-round worden. En dat, dat, dat houdt in dat je moet worstelen. en Dat je uh, moet kickboxen, dat je op de grond judo moet doen, boksen, krachttraining. Hmm. En ik was tamelijk nieuw. En, uh, uh, in de sport dus. Ik kwam te kort gewoon. En uh, toen ben ik in Duitsland begonnen te trainen ook. M mijn worstel gedeeld heb ik eigenlijk, dankzij hem ook te danken, heb ik heel veel van hem geleerd. Kasim, wie? Kasim Aras. Wie is hij? Ik zie die vaker op je social media. Ja, hij is eigenlijk mijn trainingspartner. We trainen ja. altijd samen ook in Duitsland. Hij heeft een gym daar. En ik ga uh, vaak met hem trainen. En als hey, enkel worstelen? Of? Nee, we doen MMA. Oh, okay. Maar zijn bek... Hoe ik kan boksen is zijn background eigenlijk worstelen. Ik ja. kan van worstelen. het mm. is heel hoog niveau worstelen. En hij heeft mij eigenlijk in een korte tijd leren worstelen. Mm. En meer verdedigend. Ja. ja. Dus, no en dan. toen begon dat beter te gaan. En heb ik krachttraining gedaan. En in Leiden ben ik uh, altijd gaan trainen met hoge level jongens. Heel veel kickboksers. Uh, worstelen, alles eigenlijk. daar uh, is eigenlijk totaal concept. Ja. Maar uh, ik, dus, ik kom tekort met worstelen en ja. grondgebied, en dat moest ik gaan bijschaven. Mm -hmm. dus, en dat heb ik gedaan in Duitsland meer. Ja, bom. Ja. Ik merk ook, dat kan dat, ik voor ja, zeggen, dat dat, maar ik merk ook dat je nu voor je laatste gevecht, heb je je worstelen juist gebruikt, ja. aan, juist aanvallend gebruikt hè? ja uh, ja, daar waar je eigenlijk tot nu toe altijd, zoals je zelf zegt, hè, verdedigend worstelde, of dat je eigenlijk gewoon niet op de grond wou komen, dat ja. je nu juist een switch erin hebt gemaakt. Dat, dat heb ik bewust gedaan, omdat die, jongen, omdat die man eigenlijk van zijn dertien of veertien overwinningen had hij dertien uh, met vroegtijdig knock-out gewonnen. Oh, dus okay. hij heeft maar één punch nodig en dan gaat je slapen. Zo, ja. ja, ja. <laughs> en, uh, dat is een Derek Lewis-type. <laughs> ja, Derek Lewis-type <laughs> ja, ja. eigenlijk. En uh, ik heb dat slim moeten aanpakken en uh, dat heb ik ook gedaan. Dus zijn kracht weghalen. En hoe haal je dat weg als je hem op zijn rug legt? Ja. En het uh, is niet dat ik staand schrik of zo had, maar ik, kom, ik kwam van een verlies. Dus ik moest dat slim aanpakken. Ik je moest winnen. winnen en ik heb, ik heb hem gedaan. Ik heb overal duidelijk gewonnen, ook staand op de grond. Nee, ja, 100%. procent. En mijn conditie was goed. Ik heb, ik heb van alles laten zien in dat wedstrijd. Ja. Maar die partij. Specifiek was nog moeilijk omdat hij was in zijn homecourt. Uh, home dus jij kwam al binnen met de hele stadion of de hele, uh, de hele uh, arena ik, tegen. Ik weet, u. Nog, ik weet nog dat ik juist ging opkomen en dan zit je in zo'n donker hokje eigenlijk. Maar de eerste publiek, uh, wat daar staat, die ziet u eigenlijk. Hmm. En die waren constant aan het roepen, hé, hey, maak me klaar, je gaat koud, je gaat slapen. Echte Amerikanen. Ja, zo. Ken ja, ja, je dat? Geen interesse. Geen interesse zo. En, uh, maar ik heb mij, ik ben een, ik heb uh, deze trainingskamp in Las Vegas gedaan eigenlijk. Uh -huh. En ik heb me twee maanden lang daarop ook voorbereid. Want ik uh -huh. wist dat dat zo ging. Dus dat was niks nieuws voor mij. Uh -huh. ik, had, ik had die film al in mijn hoofd gemaakt. Uh -huh. hoe, hoe die wedstrijd ging zijn. Uh -huh. En dat je had dan, ook zo de sfeer van Amerika ook al een beetje te pakken waarschijnlijk. Ja, uh -huh. yeah, maar uh, dus ik wist gewoon dat iedereen naar hem gaat toe. Hij is favoriet. Hij is uh -huh. thuis, weg, te rijden, hij is nummer vier. Hij heeft, uh, uh, voor mij had hij twee jongens zwaar nog uitgeslaan die ook nee, voor de titel gingen. En jij komt van een verlies. Ik kom van een verlies. Ik ben nummer tien. Zo, eigenlijk had ze mij eigenlijk als... Uh, hoe moet ik zeggen? Zo... Als voer? Ja, als voer gegeven, laten we zo zeggen. Ja. <laughs> Allee, en uh, ja. dan kwam ik even binnen en uh, heel zelfzeker. <laughs> ja. en heb ik... hij, had, hij had totaal niet verwacht dat ik hem... Naar de grond ging halen. Ja. Want hij, kijk, vergeet u niet, die jongen weegt 130 kilo. Ik, ik weeg maar 110. Ja. Dat is niet weinig, maar dat 20 kilo verschil. En, en ja. Zwaargewicht is dat weinig eigenlijk. Dat is zo uh, tussenin. En uh, bij mijn laatste wedstrijd ja, heeft hij waarschijnlijk gezien: oh, worstelen, ik ga worstelen met hem. Ja. En toen heb ik hem neergehaald met worstelen, dus. Wat hij nooit had verwacht, heb ik gedaan. Natuurlijk. En daar was hij mentaal gebroken, denk ik. Ja. Ja. En heb ik, ik heb zijn spelletje ook niet gespeeld. Dus ik heb constant van afstand met, met, met trappen heb mm -hmm. ik heel veel gewerkt. Waarom? Als je met trappen werkt, de, de boksafstand is anders. Dus met boksafstand komt je kort, maar met, met trappen is een andere afstand. Mm -hmm. En dan deed ik trappels en aandacht wegtrekken met die harde trap. En dan ging ik naar de takedown eigenlijk, ja. constant. Dat is bom. Ja. Dat, is, dat is wat ik zei, voordat we aan het opnemen waren, zei je dat toch van uw laatste verlies dan, ja. dat dat een vervelend gevecht was, omdat die ja. constant aan het schieten was voor een ja, takedown. Wat ja. totaal niet strategisch is zo. Nee, dat was gewoon nee, dat was niet gewoon... eerst aandacht wegnemen en dan ja. schieten. En dat doe jij ja. wel. Ja, want die Jij gebruikt je had... worstel echt in je volledige ja. gameplan. En ik deed ook round and pound. En ik ja. bleef ook werken, want als je niet blijft werken, dan zegt de schijt, zegt eerst ja, maar op ja. Ja. dus ja was een goede wedstrijd voor mij mm -hmm. sowieso hè ja dat, ik denk dat dat je carrière ook in de lucht heeft geschoten ja carrière ik ik ben nog heel heel beginnen met carrière mm. en uh, het zit zo eigenlijk in deze sport vandaag zit je de flavor of the month en morgen zijn ze je weer vergeten ja. ah. dus je moet elke keer blijven presteren als je één keer slecht presteert ah, Misschien is die toch niet zo goed. Uh, dat wordt snel het gezegd. En vergeten. zeker met Amerikanen ook. Dat, ja. dat is, uh, die zijn heel, uh... Maar die zijn nieuwsgericht, zijn die ook heel fel. Zo. Ja. Elke dag nieuwe kranten koppen. Daarna wordt ja. die oorlog vergeten. Daarna zijn ja. bed. Dat is zo. Ja. Vandaag is dat het drama, -media. de hel. En morgen zijn ze dat al vergeten. Dat ja. is ook. 100%. Ja. Is ook. <laughs> van, van, je hebt verschillende trainingskampen gehad. Al, hè. Van al die verschillende trainingskampen, waar heb je het meeste geleerd, zou je zeggen? Oh. Kijk, leren doet je. Uh, dat doe je niet in een maand tijd. Je leert sowieso uh -huh. bij. Dat is niet dat je, oh ja, ik ga naar daar en ik ga heel veel leren. Nee, dan, het is zo eigenlijk, als je geen wedstrijd hebt, dan moet je leren. Uh -huh. en dan probeer ik ook twee keer per dag te trainen. Ik train altijd twee keer per dag, maar dan doe ik, probeer ik iets rustiger te trainen. Uh -huh. Maar dan ga ik dan meer leren waar ik minder goed in ben. Dan uh -huh. doe ik meer, je weet het, in het grondgebied, dan, uh, waar, ik, ja, waar ik iets minder ben. Probeer ik beter in te worden. En dan wanneer dat je naar een kamp gaat, dan is eigenlijk uh, je scherp, scherp maken. Je conditie optimaal maken met goede jongens, goed rondjes draaien, goed sparren mm -hmm. en uh, jezelf zelfzekerheid opbouwen. En dat bouwt je op als je met goede jongens spart ja. en als je goed presteert. Ja. Zeker, dat is wel bom. Je hebt ook een lekker kanzakje getraind? Ja. Wel ook chic om te zien. Ja, zeker. Ja. Dat is ook een legend. Een legende. Zeker, k een legend zeker. Ik k Ik zei altijd tegen hem. Zei, ik, toen ik klein was, keek ik naar je highlights mm. en nu trainen we samen. Dus, ja, ik keek wel op naar hem zeker. Sowieso. Zeker. Eh. Nee, nog altijd. Ja. Nog altijd. Ja. Hoe was het om te trainen met hem? Ja, eerste keer uh, heb ik met hem. In Hoe is dat gebeurd eigenlijk? Hè? Ja, in, in Leiden, mm -hmm. hij had toch bij UFC getekend. En, uh, uh, bij zijn voorbereiding was hij bij ons komen trainen in Leiden. En zo was dat. Uh, uh, Wat is dat gebeurd? Ja. heb ik eigenlijk kennis gemaakt met hem. Zo hebben we nog altijd contact, trainen we samen. Ja. Nu nog altijd? Ja, uh, uh, pak, pak een paar maanden geleden, ik denk een half jaar geleden of zo, ja, okay. hebben we in Dubai samen getraind. Bom. Ja. Ja. Nice. En als, als hij in Nederland is, ga ik eens daar hmm. iets eten of iets trainen samen. Waar is hij in Nederland? Uh, Rotterdam, Rotterdam maar okay. ja, Dat is niet zo ver. Dus, ja, twee uurtjes. Ben dat gewoon voor je afstand. Ja. <laughs> maar ik denk dat we in de, in de aflevering van, uh, van de trainer van Badrari ook over, u, ook over u hadden gesproken dat hij zei van ja die, gaat, die doet te lange afstanden. Ja, die die dat is gezegd. Ja, ja. Saïd, ja, Saïd El Badawi die zei, ah, uh, kijk, uh, 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 yeah. die zei, die yeah. zei daar van ja hij, heeft niet, hij is niet bang van van de, af te, de, de moeite te doen, ja, de ja, afstand ja. af te leggen om te gaan trainen. En om die moeite te doen. En die zei, oké, okay, je zal er wel geraken daardoor. Ja, ja, oh, dat, ja, dat is een jongen met karakter dat hij zegt. Ja. Klopt, ja. klopt, klopt. klopt. Ja. Nee, nee, goede dingen. Ja. <laughs> van u, van uw laatste, om terug te gaan naar je laatste partij, naar je laatste winnen, heb je gemerkt dat je daardoor meer opportuniteit hebt gekregen van Bellator? Omdat dat zo'n grote win was? Uh, ja. Ik ben nu op nummer vier gekomen, dus dat is echt al veel mm -hmm. he? Ze hebben mij op nummer vier gezet. gezet dus, en uh, de, de titel komt steeds korter bij, dus, wie Ryan Beder is nu. Roy Bader is de kampioen. Ja. ja, als ik kijk, als je blijft winnen en je blijft je best doen, dan uh, kunnen ze dat niet tegenhouden, mm -hmm. Snap je? ik ook ja. zeggen. Natuurlijk zijn er altijd jongens bij wat ze meer willen promoten, omdat ze om te zeggen bekender zijn de konnertypes. Uh, dat is altijd bij elke organisatie. Daar verdienen ze geld mee, maar ja, als je blijft winnen, je ja. blijft presteren, dan kunnen ze dat niet tegenhouden. Ja, is ook. Ik zeg altijd uh, in MMA heb je twee wegen om te, te bewandelen. Een, een heel typisch voorbeeld is de is, is versus Khabib. Ja. Dus Khabib ja. is zo groot en bekend omdat hij gewoon Zoveel super goed is. Te doen. Ja, om, ja, dat ook hè. Ja, je moet jezelf wel echt bewijzen dan hè. Ja, jaren, helaas, ja, ja. helaas. Maar ofwel geraak je daar door gewoon heel goed te zijn, ofwel geraak je daar door heel goed te praten, door heel goed te ja. verkopen. Make it, well, fake it until you make it. Ja. Exact, ja, ja, maar exact. Ja, Connor was geen fake. Nee, die, heeft, die was hij, ook super. Hij heeft in zijn tijd ook echt bewezen dat hij ja. kan vechten en uh, ja, ja. praten en toch doen wat hij, wat ja. hij zegt. En, uh, maar ja, nu, nu is hij wel afgelopen. Ik. Ja, uh, bergavant gaan het gaan. Je hebt in je na je laatste partij heb je ook ogen gekregen van, uh, van Chelsea Sunnen. Ja, de... ja, dat was zo fijn om te horen. Dat, dat is een van de grootste namen. Dat hè? iemand zoals hem, dat zegt, ja. dat, dat zegt al veel. Ja. 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 Wat die heeft gezegd? hij ja, die heeft een video gepost op YouTube. Ja. Een aparte video over alleen u. Hè, ja. Bom. ja, die zei van ja dat, dat, dat ik uh, met al die geboe tegen ja. mij en. Uh, dat al moet ik zeggen dat iedereen Tegen, de underdog, en, ja, he, ja. voor hem was en toch dat ik zo heb gepresteerd dat. en dat ik uh, ja, dat, dat er uh, toch een titelgevecht in zicht is voor mij laatst. Ah, hij had zeggen. ook ja. gesproken over dat hij, dat hij zelf uh, het Turkse worstel heel graag Ja, heeft, ja, ja dat ja, hij dat zelf is, heel veel heeft geleerd. Heel belangrijk. Ja. <laughs> ja. Ja. Dat hij hij was in Turkije gaan trainen, had hij gezegd, en uh, dat hij daar een hele fijne tijd had meegemaakt en dat hij een van zijn Beste trainingscampagne. Ja, zei het niveau ja. ten opzichte van het Amerikaanse worstelen was veel verder, zegt hij. Echt? Zegt toen, hè? Zegt het niveau ja, toen wanneer was toen? Nou, dat weet ik niet. Maar die, die ook al. Ja, in zijn uh, eerdere carrière, want hij is begonnen met worstelen. Okay. Dus voor ja, en hij worstelen waarschijnlijk ja. is dat toen geweest. Oké, okay, dat betekent door 20 jaar geleden of zo. Gewoon oh, meer op nog. Ah ja, oké. Okay. Ja, dan is dat een Oh, het, oh, het zou hij zijn, 45 of zo. Ja. 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 Nu, op dit moment denk je niet dat terugworstelen verder worstelen, vijf is dat worstelen hoor. Maar pas op. We hebben een paar heel goede worstelaars, maar kijk... Olympische worstelaars. In uh, ja, Turkije is dat bekend, ook yeah. om een worstelaar. Mm. Ja. Vroeger... Ik zeg vroeger sowieso. Hè. Ja, vroeger ja. geloof ik dat heel zeker. Ja. Maar nu weet ik niet. Hoor. Amerika is, dat, is heel goed da, bezig met ja. worstelen. Ja. 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 Maar daar is, ook, daar is natuurlijk ook een, een zware markt. Hè. Ja, Er dus is een markt uh, wat jij misschien hier hebt uh, ontketend, omdat jij succes hebt gehad vanuit hier. Kan het zijn dat hier... Ook een kleine, maar er zullen, er zullen mensen naar u kijken en zeggen van ik ga overgaan naar MMA en in Amerika is maar een miljoen. Maar uh, ja. Heel simpel, als je daar naar een sportcafé gaat en je, je zit daar gebesteld eten, ziet je Bellator of UFC te ver, uh, op tv. Ja. Waar heb je dat hier ooit gezien? Niet, nee, hier heb je dat niet. Hier uh, gebeurt dat nooit Ook als iemand is vecht, kijken we samen aan, uh. naar een wedstrijd, maar dat is het. Ja, ja, en dan zit ik met vrienden samen of zo, maar niet op een café of weet ik veel. Nee, en ook heel simpel, daar, daar is een soort werk. Daar verdienen mensen geld mee. Kijk, ja. een coach, een vechter verdient geld. En van de vechter, en de coach verdient geld van de vechter. Dus dat is een business meer. Ja. Ja. Daar verdient je echt geld mee. Snap je daar? Ja, ja. En, hier, en hier is dat meer hobbygericht. Ja. Ja, je moet werken bijna uh, erlangs ja, ja, om te kunnen overleven. Het is niet bijna. Je moet werken. Anders, ja. anders, anders, Als je hier blijft dan, inderdaad. Ja, ja. En uh, moet ik zeggen, de kans dat je iets gaat bereiken, is ook niet heel groot. Kijk, hoeveel, hoeveel vechters zijn er wel niet in België? Hmm. Heel veel, maar ja, hmm. hoeveel zijn er die echt geld verdienen? Niet veel. Ja. zeggen ja, op twee handen tellen ja, ja Misschien op één ja, ja, hand, denk ik ook. Kijk, het is, het is belangrijk waarom dat je, dat je ook geld ermee verdient. Uiteindelijk houd je er letsels aan over. Mm -hmm. Je steekt er heel veel tijd in. Kijk, als je al die tijd in dat sport gaat steken, moet ook iets bewonen in mijn ogen. Tuurlijk. Kan, waarom? Kijk, ik heb een gezin. Ik kan niet zeggen van ja, ik ga elke dag twee keer trainen. En uh, dan zien we wel wat er gebeurt. Nee, want mijn tijd is kostbaar. Ik kan die tijd ook in mijn gezin insteken. Ik kan ook die tijd in een. In een zaak gaan insteken ja. waar ik geld mee kan verdienen. Dus die jaren komen niet terug. Wat je erin investeert. Ik ben nu al vijf jaar verder met MMA. Ik ben heel blij dat ik er nu eindelijk een beetje ja. geld mee kan verdienen. Maar... En dan hebben we uw jarenbox nog niet eens erbij geteld? Ja, he. snap je. Ik, ging, ja. ik heb zoveel geïnvesteerd erin eigenlijk. En als ik mis ging. Dan, dan. Ik kan niet, ik kan niet uitleggen hoe, hoe erg dat is. Hoe gaat ja. je om met die druk? Want dat is niet normaal, want er zijn overdruk, heel, hè? Want. Ja, ik heb... Hoe ga ik ermee om? Want je zit dan doen wat one in a million doet. hè Letterlijk. We ja. hebben gezegd... Op één hand kun je mensen tellen in België. Er zijn 11 miljoen mensen in België, snap je? Ja, ja. Ja. En geen enkele van ze staat even hoog als jij ja, op dit enkele. moment. Ik heb gewoon... Ik wist gewoon dat ik dat in mij had, altijd. En uh, ik moest dat gewoon eens laten zien. Aan, aan, uh, moet ik zeggen... Ik had gewoon een kans nodig. Echt, ik had hè? gewoon een kans nodig. En die heb ik gekregen in Nederland. Mm -hmm. met de, in Moussa City eigenlijk. En uh, zo moet ik zeggen, soms moet je op de juiste tijd, op de juiste plaats moet je zijn. Ja. En zo is dat bij mij geweest eigenlijk. Dat is echt. Hoe, hoe komt dat denk je dat, dat Nederland verder staat dan België erin? Nederland uh, staat duidelijk verder dan België erin. Zowel in kickboksen als in MMA. Ja, omdat al die... Kickbox is eigenlijk. Fel, uh, moet ik zeggen, in de vroeger tijd is al ingekomen in Nederland. K1, door Dekkers en he, he. al die goede trainers. He. Die zijn in Thailand gaan trainen. Die hebben dat naar hier overgebracht. He. En dan uh, al die goede shows van vroeger, Showtime en uh, K1. He. Daar kon je geld mee verdienen. He. Snap je? En dat waren Nederlandse vechters die in K1 gingen vechten. En daar, da, daar, dan komt dat weer. Geld, dat snap je? Die, die verdienen er geld mee. TV, TV is erbij, TV verdient er geld mee. Dus dat is een markt. Ja, en toch? in België is dat voetbal en uh, tennis. Andere interesse, echt. Andere, hadden... ja, andere interesse, mm, gewoon. Dat bijvoorbeeld, dat, dat jij nog maar tot nu toe nog maar een interview hebt gekregen van enkel TVL. TVL. <laughs> dat, vind ik, dat vind ik nu. Ik denk zo naar TVL, hè? Ja, yeah. maar er zijn grotere. Uh, Media outlets in België. Jij ja. zou eigenlijk al op het hoogste platform moeten ja, zijn. Want misschien, zei ha ook ja. misschien hangt het ook van mij af. Ik ben, hoe moet ik zeggen, tamelijk rustig. Ik trek geen aandacht. Ik denk dat ze mij nog niet eens kennen. Ja, ja, maar dat is de foot van media. Jij ja, ja. ook zo rustig zijn als je wilt. Denk, dus als, de, als dat als is het verschil van ja. de media die u moet opzoeken. De media, ja. de media moet je opzoeken. Ja, ik ja, de denk dat het is hun werk, journalistiek is letterlijk hun werk. Chill son heeft niet over u gepraat, Dus ja, hoezo ja. kennen jullie, ja, jullie dan das, niet? Das, <laughs> ja, das, ja. Maar dat is niet alleen bij mij hoor, zoals kijk. Is ook, ja. ja nee, als, we hebben het er vaker over zoals, dan. Zoals uh, Geigerd, als hij in Amerika is in de airport, oh, iedereen herkent die foto dit, foto dat. En uh, als we in Nederland zijn, kijk die zo van wie is dat? Is nee, dat echt? Ja, ja. ja okay. Dat is totaal anders. Heb je dat zelf ook al gemerkt daar? Pff, ik nog niet. Ik ben nog tamelijk nieuw, hè? Mm -hmm. Pas op, er zijn wel mensen die zo, als je dan als je naar het evenement toe gaat, die ja, zo. De echte fans? Hè. Die, ja, zo, ja. dat wel, maar dat is niet dat ik eh, dat die Hé, tegenhoudt. Zeet geen niet ge kan. Ja. <laughs> Nee, dat nog niet. Dat is wel bekend ben Willen ja. mensen al foto's met je trekken? Ja, in de event wel, hè. Ja. Zo als je naar je wedstrijd of ervoor zo. Bom. Want je, okay. zit ook, je zit daar eigenlijk in elke event, gaat je een beetje de buitenstaander zijn, hè? want je zit de Europese Turk. Ja. Die hebben sowieso al een raar beeld over Turkije. In het algemeen, Amerik dat, Amerikanen. Amerikanen zijn heel ding, zo moet ik zeggen. Uh, dat is een volk wat niet echt, uh, wat ik zeggen. dat maakt voor hen niet uit. Die kennen buiten Van Amerika wat, ja. ook niet echt. Ja, Die leven ja, echt in Amerika, ja, buiten dat, Amerika Dat is gewoon buiten Amerika. Amerika is de wereld. Ja. Ja. Dus je, als je succesvol bent, liever een Amerikaan, waarom? Zeker, de sport is in Amerika ja. mm -hmm. meer aandacht dan een Amerikaan. Amerikaanse mm -hmm. TV, doet dat je ge... Kijk zoals Kabieb. Mm -hmm. Van waar komt hij uit de bergen? Ja. Dagestan, Letterlijk. Ja. En hij is een van de bekendste. Mm -hmm. Als je zo goed zijt, dan, uh, dan, dan krijg je wel een kans van Amerika. Ja, dat maakt al de rest niet uit. Ja, ik ben Amerika heel dankbaar, want ja, ik verdien mijn geld van Amerika eigenlijk. Ja. Mm -hmm. en, uh, kijk. en dat geld zou je hier nooit gemaakt kunnen hebben: met nee. vechten. Ja, met die, vechten. Kan, die kans ook nooit. Ik nee, die met is vijf, er niet, ja. nee. Nu, ik vraag me af, je hebt net al gezegd hè, dat je met, met boksen er je, je geen toekomst in hè Nee. Ik denk eerlijk gezegd van wel. Om, omdat je zo goed was, heb je nooit gedacht om, om, om Olympisch bokser te worden of zo, en daarna prof da te worden. Jawel, en, moet ik zeggen? toen ik 18 was, ja? was ik een uh, zogezegd uh, selectie. En ik was geselecteerd via met die Adel. team. <laughs> ja, via Abdel en het nationale team was dat. Uh, en ik was geselecteerd om uh, mee te doen met, uh, met de kwalificatie van om spelen. Mm -hmm. En dat was, ik, ik vergeet, als ik me niet vergis, was dat via Blozo, ik weet het niet meer. En we gingen ook, uh, moet ik zeggen, een kleine maandmon krijgen dat we ook alleen maar konden okay. trainen. En uh, toen was ik super blij, ik dacht, ja, dat is het uh, eindelijk. En toen is de organisatie opeens stilgevallen en hebben we er niks meer van gehoord. En toen is mijn motivatie ook al dat is vervelend. Ja, want me, kijk, als ik iets doe, ik doe dat altijd om het beste erin te worden. Mm -hmm. ik, ik kan nooit iets doen om zomaar, moet ik zeggen, ja, we zien wel en nee, nee, ja. eentje en dan uh, stoppen we of zo. Nee, bij mijn, mijn doel is altijd. geweest, dus als ik iets doe, dan wil ik dat heel goed doen, anders doe ik dat niet. Ja. En daarom, dat was ook de reden dat ik... Ik ben gestopt toen ik 22 was. Want ja, ik werd Belgisch kampioen. Maar ja, ik ga prof worden en dan voor 500 euro vechten. Mm -hmm. uh, ja, dat is het niet. Snap je? Uh. En uh, dan moet je twee maanden lang voor voorbereiden. Mink. Al je eten, al je, al je, je benzinegeld, wat je naar trainingen gaat, al die tijd wat je niet bij je familie zijt. Ik ben iemand die eerlijk is tegenover zijn, tegenover zijn eigen. Mm -hmm. en, uh, ik had meteen door, van dat is het niet. Ik ga niet uh, rond de kerktoren uh, boksen en uh, 500 euro verdienen en zo gezegd de beste van België zijn. <laughs> ja, dat is echt dat is schandalig. Joh. En uh, ja. toen ben ik, ja, dat was de grootste reden dat ik ben gestopt eigenlijk. Huh. Het is eigenlijk daar dat België zich zou moeten, moeten moeien. Meer moeten engageren. Je hebt talent in je handen. Kijk, Als de, Belgisch bokser. Dat is ja, net het moment om Je te ja. uh, uh, iets? Super Jackson of zo, het je ja, vroeger. Tuurlijk. Die was wel populair, maar ook omdat hij een soort karakter had. Ja, dat was wat een populair is. Die had een Next. karakter, weet je, uh, en dan had je, heb je nog zo'n vrouwelijke bokser, denk ik, Delphine Persoon of zo, heeft in Amerika gevocht. Ja. Dus. Maar ja, ik had ook verhalen gehoord dat hij, uh, toen hij hier vocht, dat hij later uh, moest helpen om uh, de tafels begin te zetten en uh, ja. de galen helpen op. Dat kan niet zoiets. Hè. Snap je wil <laughs> zeggen, ja. Dan, dan, uh, als je dat verhaal hoort, dan denk ik ook twee keer na van hey, Dat is demotiverend, hè? Ja. Want dat zijn, zij zijn op de plaats waar je wilt geraken en zelfs dat is niet. Ja. Snap je? En toen kwam ik in Nederland bij bij Giggard, en toen zei ik van oh, kijk, dat is anders. Er is wel een kans ja. om, uh, om je werk van te maken en ja. om echt een. Want mijn, mijn Kinderdroom was eigenlijk altijd al een echte vechter worden, een echte atle around, atleet yeah. worden. En, uh, want ik had nooit gedacht dat ik eigenlijk eerst MMA ging doen. Want e e ik was uh, altijd aan het boksen. Mm -hmm. Ik had nooit MMA gedaan daarvoor. Mm -hmm. Wel hier en daar zo af en toe trainen, hè, yeah. met Kamil. Yeah, dat kan je ja, Kamil hebben juist. Kamil, en dan bij One for One, en uh, hier en daar af en toe yeah. trainen. Hè. En dan zat hij in One for One. En, uh, maar ja, dat was nooit, moet ik zeggen, uh, dat was dan eens even trainen en dan niet. Mm, dat was niet serieus, gewoon. Nee, en uh. toen, toen ik uh, 7-28 was, was ik aan het schilderen en ik dacht van, ik ga nog eens één keer proberen. Okay, wel. Nog één keer ga ik alles op alles geven. En uh, ja, nu zijn we hier. Hè. Af. Gewoon door die ene beslissing. Voor, ja. Oh, dus wel... want, eigenlijk, want je was toen op dat moment al hoe, hoe lang gestopt? Zeven jaar gestopt, achtergestopt? Uh, zes, of... zes jaar gestopt. Zes jaar gestopt. Dat is ook ziek hè. Ja. Dus je bent al zes jaar gestopt. En dan zeg je gewoon: Plassen jezelf iets goed. Ik ga gewoon nog één keer proberen. En die ene keer ja. is het is hetgene wat het heeft gemaakt. En zeker maar... als je van zo'n zo invloedrijke plaats zoals Moussassi dan de, ja. uh, de motivatie maar ook, krijgt. Ook alles, je moet alles zien. Hè. Kijk, dan leg je dat ook. Uit aan die ouders, aan die familie. Ja. Die zeggen ook okay, ja, maar kijk, laat dat staan. On dan ja, ja, laat dat staan. Ja, kijk, ja. je hebt nu een gezin. Je hebt je zit zelfstandig. Alles is mooi aan het rollen. Je zit niet in een vaste situatie. Ik heb iets goeds. Ik was wel. niet dat ik ongelukkig was, dat ik zo, oh, maar ergens was ik wel ongelukkig. Waarom? Ik, ik, bereken, ik ja. wist wat, dat ik dat kan. Ik wist gewoon dat ik dat in me had. Maar ik had nooit die kans gekregen. Ja. Zoals velen, er zijn velen. Ik, ik ben niet de enige die talent had. En, Tuurlijk, ik weet ja. niet, er zijn andere mensen ook hier die heel veel talent hebben, maar die gewoon die kansen niet krijgen. Wat echt die familie nu ten opzichte van wat die, wat die toen <laughs> zeiden? Want zij, eerst zeiden ze ja, niet doen. En, en... Ja, kijk, er is één heel belangrijk ding uh, wat je moet weten. En als je in je eigen niet gelooft en als je dat niet, als je dat niet ziet, wat, er, wat je kunt bereiken in jullie leven. Als je dat niet ziet, en, dan kan niemand je helpen. Snap je? Ja. Maar als je ook echt ziet wat je kunt bereiken, en je wilt ook alles ervoor doen, maar echt alles, slechte dagen, goede dagen, dan kan niemand je ook tegenhouden. Mm -hmm. ja, zo. En uh, daar heb ik eigenlijk zo, moet ik zeggen, toen ik bij hem ben gaan trainen, bij Gerard, heb ik gezien van, hé, hey, ik, ik krijg een kans en nu hangt dat van mij af. Ja, Eerste ja. keer, was dat andersom? Dat ik een kans kreeg en dat dat van mij afhangde of dat ik dat ging halen of niet. Ja. Daarvoor was dat alleen maar een droom. Hey, ik ga zoveel mijn best doen en hoeveel wedstrijden moet ik nog winnen om misschien ooit een kans te krijgen? Dat was uh, nooit zeker. Ja. En, uh, ja, en dan krijg je opeens wel een zekere antwoord: van... Hey, als je wint dit, dat, kunnen we wel daar regelen. Uh, en, uh, Fasheek, er, is, er is eigenlijk een shift geweest. In... Ik ben de beste, ik ben de beste, ik ben de beste in België. Hè? Ik, ja. ik ben de beste, ik maak iedereen af. En dat is eigenlijk redelijk makkelijk allemaal voor mij. Maar uh, het komt er maar niet van. Die shift is gegaan naar uh, zorg dat je de beste bent. Hè? Ja. Zorg dat je de beste zijt, want dan ligt, ligt daar. Dat, ja, dat ja, die ligt, op, gravel. Gravel. Ja, het ligt ja. op tafel. Ja, ligt op tafel. Dat is een hele shift, hè? Ja, ja dat, is, dat is wel chic. Dat is, dat is, dat is iets heel mooi. Het is gek hè? dat je die kans heb gekregen. Ja. ja, dat is. Ja. Ik vind dat ook eigenlijk uh, dat een jongetje mooi. van België ja. die, die opeens naar Nederland gaat en die toch zo'n kans krijgt. Hè. Ja. Is de familie dan nu wel blij? Zeker, ze, iedereen is heel ja. trots en heel blij. <laughs> Allemaal en, mooie partijen. En kijk. uiteindelijk <laughs> ben, ik, uh, ben ik ook gelukkiger. Hè. Ja. Want, ja, ik ben eigenlijk heel gelukkig dat ik dat toch ergens heb uh, behaald. Hè. Ja. Zodat ik, dat ik nu op, dat op een grote Liek vecht. Daarom is iedereen ook gelukkig. Ja. Oh, dat... Kijk, heb je er ooit aan gedacht om naar Nederland te verhuizen? Om het uh, u makkelijker te maken? Ik, ik heb, vroeger heb ik er wel even over nagedacht. Ja. Hmm. Toen ik zo pas begon met uh, vechten, heb ik er wel over nagedacht. Maar mijn probleem is ook dat ik ook in Duitsland train. Hmm. En, uh, ja. in, uh, in, uh, met Casima train ik ook. En, dat is hier centraal. Hoor. En dat is heel, die training is ook heel goed eigenlijk. Die heeft ja. ook heel veel invloed op mijn. En mijn maal lekkere carrière gehad. Hè. Ja. En dat was ook een van de redenen dat ik hier bleef. Okay, ja. En ook niet één van de redenen, maar ik heb ook een gezin en ik heb ook een huis hier. Ja. En uh, het, is toch niet, uh, het is toch niet makkelijk om te zeggen, nu ga ik opeens weg. Nee, ja, natuurlijk, dat is een serieuze beslissing. Onze ja. Ja. Nederlanders die komen vaker naar hier. Want ja, oh, ja vergeet niet. je carrière kan misschien vijf à tien jaar duren, maar dan is het gedaan. Ja. Maar ja, dan ben ik met mijn gezin daar. Ja. En, eh, ga ik daar wel willen blijven? Mijn kinderen zijn daar naar school geweest. En, ja. en zo... Het is niet makkelijk. Eigenlijk moet je gewoon een goede auto hebben om comfortabel te kunnen ja, ja. Liefst één op LPG. Ja. Echt waar, ja. Dat is waar. je zoet. Ja, er... ja, dat is ook ja. een optie. Ja. Uh, ik heb je net gevraagd wat uw, uh, wat uw grootste tegenslag was. Hè? Maar ja. in heel die periode was het gelukkigste moment. Denk je. Als gewend. Al, al, kijk zoals nu was die gevoel heb ik gehad nu waarom ik ben twee maanden lang heb ik, uh, ben ik op trainingskamp geweest in Las Vegas was ik alleen weg van de familie so, twee ja, maanden ja weg van de familie twee maanden ja, ik, je mist je kinderen uh, wat moet ik zeggen het is niet dat je op vakantie zit je zit mm. elke dag met de beste heel hard aan het trainen en uh, uw eigen limitant overschrijden, eigenlijk hè, met trainingen. Ja. En dan naar ergens gaan waar ze eigenlijk u willen zien verliezen. Ja. En dan winnen op een goede manier. Niet nep, maar ik heb echt, ja, echt duidelijk clean. gewonnen, ja. clean. Toen heb ik echt, was ik echt trots op mijn eigen. Ja. Dat is Bom. een moment geweest waar ik heb gezegd: van Ja. Boom. Daar, daar is de echte kuk aan naar buiten gekomen, mm. ja, zo van de kampioen. De, kampioen de, de echte kampioen, wat in mij is, is eigenlijk zo eruit gekomen. Mm. Die dag. Je, had toen, je had toen ook gezegd tegen hem. in je gevecht? Wat had je yeah. gezegd? Ik prepared to die of wat? Yeah, nee, ik heb gezegd van vandaag gaat je verliezen. Mm. Ik, ik ben bereid om tien ronden met u te vechten vandaag. <laughs> Ik heb die mentaal gewoon gebroken. En dat ik. was terwijl je bovenop hem zat, terwijl ja. was een te ja, ground-up was. Hij was eerst tegen mij aan het zeggen van... Hey, kom, eens sta op. Hè. Ik zeg, ja, sta even maar op. Ja. Ja. Kom maar op te als het staan. Lukt. Dus, ja. Want hij, hij had door van dat hij niet kon opstaan en ja. dat, dat ik hem... Dat was een vies gevoel, hè. als je aan het worstelen en je tegenstander is, zo... is een goede worstelaar en je geraakt niet omhoog. Frustratie een moeite, tot ja. en ja. Maar ook, ook niet te vergeten, kijk, als jij... Als jij uh, als je naar je tegenstander kijkt, dan zie je ook wat hij goed doet en wat hij slecht doet. Dus hij had totaal niet verwacht dat ik met hem ging worstelen. Want al mijn wedstrijden zijn meestal staand. Ja. Ik begin staand en uh, boksen. Ja, en ook los daarvan, als je gaat vechten tegen iemand, ik denk je doet automatisch een klein beetje research of gevraagd een beetje rond. Mensen gaan over u zeggen. Ah oh ja, dat was een bokser vroeger. Ja. Staand is niet ja. goed. Dat ja. gaan mensen zeggen over u. Dus dan gaat je al helemaal niet denken aan worstelen. Zeker als je, je nog nee, naar je vorige wedstrijden kijkt. En, Niemand verwachtte dat. Is, hij is gewoon verrast. Ja. Hij had totaal niet verwacht dat ik ook sterk was en dat ik hem uh, naar de grond en hij En hij kwam ook van heel goede winstpartijen eigenlijk. Mm. Dus hij was zo zelfzeker thuis. Ja. Alle, kijk, alles was in zijn voordeel. Echt media. Waar? Media was in zijn voordeel. Publiek. Altijd interviews en uh, heel zelfzeker. Publiek was voor hem. Misschien de uh, kant van de organisatie was voor hem. Uh, mm. Iedereen was voor hem die dag. Dus hij voelde, er kan niks verkeerd gaan. Dat is ook een gevaarlijke druk, hè? Dat, dat is alles, een gevaarlijke druk als ja. alles goed zit. Ja. Dat kan ook met die hoofd maar ja, spelen, da, Dat is wel iets. Kijk, dat is wel iets wat je toedrijft om zo'n prestatie neer te zetten. Als ja. jij, moet ik zeggen, er komt ook een zekere, geen schrik, maar uh, een soort van stress gewoon, hè? Ja, ja zo'n soort kracht boven van uh, al dat druk op u van hey, iedereen wil dat je verliest en dit en dat. Dan je zit al, je al een paar maanden ermee bezig. Hè. Ja. Maar het is een, je moet een speciaal individu zijn om dat te kunnen omzetten tot motivatie. Ja, dat, en dat is, de, dat is waar het verschil is eigenlijk. Sommige mensen klappen en, en die blokkeren en hmm. die kunnen niks laten zien. Want heel veel mensen in training zijn zo goed. Er komen soms jongens waar ik zeg van wauw. Zo goed in training en dan in wedstrijd presteren ze. Niet. Dat is mentaal, hè? Dat is mentaal. En mm. daar is ook wat Chelsea van ons zegt. Het verschil tussen iemand die kampioen kan worden en iemand die, die hoe moet ik zeggen... Die gewoon goed is. Ja, die goed is. <laughs> of uh, die... Ja, dat is het verschil eigenlijk. Mm. Want ja. iedereen, kijk, in top 5 is iedereen heel goed. Iedereen kan kampioen worden in mm -hmm. top 5. Tuurlijk. Maar dat is het verschil van... Het mentaal gedeelte die ja. dag. Zit je sterk mentaal? Geloof je in je eigen? Die kijk, als, je iets, als je bijvoorbeeld een stoot geeft en je hebt zo'n schrik van ah, die gaat me raken, dan geef je die stoot ook niet 100%. Nee. Als jij echt in je eigen gelooft, dan geef je die stoot ook 100%. Maar je voelt ook van elkaar, denk ik. Ja. Dat gevoel er wel geen dokter gewoon, om elkaar. Ja, pas op. Pas op, dat probeert je te verbergen. Mm. Want heel eerlijk, kijk, voordat ik, voordat ik naar een wedstrijd, als ik naar de kooi toe wandel, dat is niet dat ik. Super blij ben, oh ja, ik kan lekker vechten. En, uh, <laughs> daar heb ik een paar maanden op gewacht. Dat is niet zo. Dat is, eigenlijk is dat niet eng, maar je wilt daar op dat moment daar niet zijn. Ja. Dan zeg je zo: hé, hey, wat ben ik toch hier aan het doen? Ik kan ook thuis lekker zitten met mijn kinderen, <laughs> ja. tv kijken. Dat is de spanning hè, van al die tijd. Ja. Dat is gewoon dat je zo fel hebt opgebouwd tot dat moment, ja. dat dat zo is van mij. Ja, ja. wat is dit eigenlijk? Ja. ja, en ik zei MMA is een heel speciale sport gewoon. Ik ja. moet denken, dat als een sport, maar dat is ook gewoon knokken. Hè? Echt waar. Maar zo dat is gevoel verminderen met ervaring. Dat gevoel. De, wat jij zegt. Zo van, dat is eigenlijk te zijn. Ja, kijk uh, hoe meer gevecht, hoe meer die situatie dat je meemaakt, hoe verder dat jij dat met de wang kunt houden. Ja. Dat, 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 je kunt dat beter controleren. Maar zoals voor mij was deze laatste wedstrijd heel belangrijk. Waarom? Uh, gewoon omdat iedereen tegen mij was en mm -hmm. toch mentaal sterk blijven en toch kunnen presteren onder druk. Daar heb ik eigenlijk soms, ik denk dat je in je carrière zo soms een level omhoog kunt gaan. Ja. Hè? En ik denk dat dat voor mij dat moment was ja. in mijn carrière van met al dat druk toch presteren en dit en dat. dat is mooi, ja, hè? zeker. Heb je. Je zei net ook, hè, dat, dat, ik vind het met mij ook iets speciaals, omdat de dingen dat als een gevecht. Ten eerste, je zit, je zit letterlijk aan knokken. Uh, ja. En veel hangt ook af van je, mag zo goed getraind hebben als je wilt. Je mocht zo'n goede vechten zijn als je wilt. Soms heb je gewoon een slechte dag, letterlijk. Hè. Dat is ook zo. Je hebt soms letterlijk gewoon een slechte kijk, dag. Hè. Kijk, soms kun je uh, wakker worden, je zit ziek. Messelen. Ja. Je voelt je niet goed, je hebt buikgriep of ik weet niet hoe. Maar het is die dag dat je moet vechten. Hè. Ja. Dus je, je moet, je, je moet je, maar hoe, hoe, hoe verder dat je, dat je moet ik zeggen, hoe meer ervaring dat je hebt, hoe beter dat je je eigen ook verzorgt. Je moet ja. je opletten wat je eet. Dan heb je die slechte ervaring meegemaakt. Dan doe je, je dat niet. Het, of he? dan ja. doe je dit niet. Je leert er wel uit hoor. Ja. En je probeert op die dag het beste te zijn. Ja. Heb je een bepaald ritueel of zoiets wat je doet op een wedstrijddag? Op een wedstrijddag. Ja, op mijn beste dag wil ik met zo weinig mogelijk mensen samen zijn. Dus alleen de mensen die in mijn hoek meekomen, dan laat ik mijn gsm en aan de kant bel ik mijn, mam, mijn, alle, mijn mama, mijn vrouw, mijn, mijn beste vrienden, mijn familie, eigenlijk zo, waar ik, waar ik vaak contact mee heb. Die bel ik eens. En, uh, en dan bid ik ook. En dan ja dan moet je gewoon van ja, dan, dan zeg ik tegen mij van kijk mijn lichaam is klaar alleen mentaal gedeelte ik moet gewoon als ik in de kooi ga moet ik gewoon doen wat ik in de training heb gedaan hoe, en... hoe, hoe gaat zo'n gesprek als je bijvoorbeeld je moeder belt. Ja. op wedstrijddag soms emotioneel hè? maar ik probeer uh, heel kort al gewoon even bellen zo en, uh, ik, weet, uh, ik weet dat mijn mama die dag ook niet slaapt en dat ze dat mm. erg vindt en ja uh, ze probeert ook <laughs> moet ik zeggen. Turkse moeders. Ja, ja. ja je weet Sowieso. hoe dat gaat. Hè? Ja, ja. Dat, is niet, dat is niet fijn. Dat is niet zo van... Hé, ah, hey, hoe gaat het? Maar, nee. Heel succes. Straks in partij, partij, ja. Ja. Dat is niet... Dat is, dat is zo van... Dat is ja, dus ik, ik, die ja, ja nee, nee. ik weet dat je gaat winnen. En je hebt je best gedaan. Je hebt alles gedaan. We zijn trots op je. En dan... En, zo, en dan met de kinderen een beetje praten. Zeker. Met de vrouwen hoe oud zijn uw kinderen nu? Elf en zeven. Want die van elf heeft twee. sowieso al bestaan. Ja ja zeker ja, want zij stuurt me ook van hé hey, papa, uh, je moet winnen dit hey, uh, de kleinste... Je de, <laughs> de kleinste is heel grappig. Ze zei van papa, je moet winnen want anders kunnen we niet meer buiten eten gaan uithalen. <laughs> <laughs> ja, dus dat, 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 dat was zo grappig op dat moment. Echt wel. Hè? <laughs> Je oud, oudste dochter traint ook hè? Ja, zij doet meer dansen en zo, ah, okay. dansen, ja, okay. Ter, okay. zwemmen. Ja. De jongste ook. Eigenlijk. Is dat iets wat je zou willen dat je kinderen ook zouden uh, vechten? Nee, eigenlijk. Nee, nee. Oké, okay. ook niet als hobby? Als hobby wel, jawel. ja wel. Ik, ik train ook zo soms met hen. Ja. Ik doe wel zo'n beetje wat boksen en wat spelen, maar dat is fijn als ze zich kan verdedigen, maar. Ik ben, ik ben er voor hen, dus ze moeten ja, niet tuurlijk. leren vechten. Ja, 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 tuurlijk. Maar ik ben ook van die gedachten daarom. Ik zou, ja. ik, ik zou willen... Ja, ik zou niet willen dat, dat ze een uh, klap in haar gezicht krijgen. Ja. Nee, ja, tuurlijk. Ja. Okay. Uh, u, um, is er een druk om je om fight record goed te houden? Want je hebt het over een verlies dat je daarna ja. niet naar buiten kunt gaan. Kijk, kijk, ben, kijk je naar een naar ik, one loss of kijk je naar je fight record ook in een totaal? Ik, je moet ook kijken tegen wie je vecht. Kijk, ik heb nu wachten ik heb elf wedstrijden waarvan zeven Bellator ja. dus mensen maken eerst een record van tien of vijftien Ugh, dat is waar buiten dan komen die pas in zo'n grote organisatie ik kwam eraan toen ik eigenlijk geen ervaring had mm -hmm. en ik heb van mijn zeven wedstrijden heb ik vijf gewonnen waarvan ook, ook tegen heel goede jongens ja. dat is gek hè ja. wat je nu zegt is gek hè ja, ja, ja. dat je opeens zo'n hoog niveauverschil doe je ja. dan toch en toch nog zo goed aan het presteren? Zijn, ja. is... Ik ben nog altijd in een proces waar ik leer. Ja. Dus je hebt uh, sommige vechters, je kunt altijd bijleren. Maar sommige, allee, de ervaren jongens, dus wat gebeurt er als je een kamp hebben? die verscherpen hun uh, technieken. En, uh, of waar dat, die, waar dat de tegenstander minder in is, daar verbeteren ze ja. zich in. Maar die leren niks nieuws meer bij. Niet echt, ja. niet echt. Dus, maar bij mij. Ik leer nog altijd zoveel bij. Dus ik blijf maar, ik blijf maar bijleren. Ja. En daarom investeer ik ook in mijn eigen. Ga vaak op trainingskampen. Ik train vaak met goede jongens. Dus. Dan maakt het ook wel fijner, denk ik niet? Want je telkens zo ding, nieuwe dingen bijleert. Zeker, want kijk, uiteindelijk, je test je met die, met die persoon ook. Van, ja. Hey, dan ziet je ook wat het niveau is. Ja. Want je, je weet die jongens heel goed in dit. En dan probeer je dat met. Waar dat die goed goede is, wilt je meedoen? Kijk, ah ja, mijn niveau is daar. Ik moet mm -hmm. daar wat beter aan werken. Je kunt het goed vergelijken. Ja. Welk aspect train je zelf het liefst? Uh, kickbox, boksen, worstelen of BJJ? Ja, boksen nog altijd. Ja, hè? toch? Ja, ja, ja. Ja? Eh, ook niet kickbox? Want eh, ik ben sinds kort aan kickbox en ik vind kickbox eigenlijk echt wel leuker dan boksen. wel. kickbox is zeker leuk. Het meeste doe ik ook kickbox. Ja. Het meeste wat ik doe is kickbox, omdat ook hier, hier in de buurt. ook... Is. Dat is waar. En ja. worstelen ook. Hè. Ja. Maar het liefste wat ik doe is boksen. Uh, ja. Ik bok nog één à twee keer per week. bij je moeder heb je? Ben Jim Hasselt. Ja. Uh, yeah. <laughs> toch is het nog altijd een aan hè? Dat is waar je het jij... beste in toch waarschijnlijk. Ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Uh -huh. Ja. Je doet graag waar je het beste in bent. Ja, dat ja, ja, makes sense. Ik vind dat, ik vind dat wel raar, want soms ga ik, allee, vecht ik dan tegen een Amerikaan of ik weet niet wat. En boksen komt eigenlijk van Amerika. Dan ben ik nog altijd toch beter dan hun ja. met boksen. Dat vind ik zo dat is raar, hè? Ja, ja, ja. Vroeger dacht je zo, oh Amerika, boksen. Ja. Dan... Maar dat is je Dus je merkt eigenlijk dat je in boksen zelf is dat, er, dat je nog altijd wel. Bij de top? Zelfs ja, als je naar Amerika bent? Eh, bij MMA, he, bij MMA wil okay, ik zeggen. Ja, 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 nee, als, je okay. naar, als ik naar een andere boxgym ga, daar sla, daar sla die mee voor. Uh, ja. Maar ja, zou je zijn Fury niet kunnen <laughs> <laughs> well, Ik kan hem wel neerhalen. <laughs> maar... Dat is sowieso, dat ja. sowieso. <laughs> je hebt ook een van de snelste knockouts in Bellator, hè, ja. momenteel. Ah, ja. 15 ja. seconden. Ja, 15 seconden, ja. Hm. Dat is ook een zware accomplishment. Hè? Ja, en die had ik ook volledig. Uh, ik had al in mijn hoofd gezien wat er ging gebeuren echt? en dat heb ik ook gedaan. Echt waar. Ik, ik zei nog toen, mijn, uh, toen tegen mijn trainer: Ik ga hem een lock geven, maar ik ga die zo hard geven dat hij gaat vallen. Ik zeg: En als hij valt, moet ik hem dan neerhalen? Hij zei: Ja, zeker. Als hij struikelt, probeer hem op de grond te houden dan. En uh, toen was het ook zo gebeurd. Exact. En, zo, dat, ja. ik, dat ik met de Crown and punt hem. Uh, was hij je trainer daarna? Die zei: Ik gewoon gezegd. Ja. <laughs> Na die wedstrijd, dan zeg je van alles, dan weet je niet wat je zegt. Ja, natuurlijk. I told you so. Ja, dan, dan, dan brult je alles uit. en gaat je lekker eten, dan slapen en dan volgende dag naar huis. komt je naar huis en super blij. Wat, ja. wat eet je daarna? Was je keuze? Ha, ik eet meestal pizza. Ja? ja pizza, ja. ja. Pizza, ja. Oh. Pizza, ja. <laughs> <laughs> In Amerika? Liefst zou ik uh, kebab willen eten, maar ja, dat heb je niet, dat heb, niet, te da dat heb je niet overal goed. Hè? Dat is gek, nee. vooral in België is kebab goed. Hè? Echt, echt, zelfs ja. in België, Nederland niet. Ja. Ik zeg ja, ik dat ook in België kebab. kebab is echt. Overal waar ik ga, die weten dat ik Turk ben. En dan zeg ik die: hmm. hey kebab, kebab. Ik zeg: waar is het beste? Ik, best? ik, best? ik zeg: waar ik woon is de beste. Nee, en letterlijk heus, ja, dat is waar. Ja, letterlijk. ja, ja, zeg dat is niet waar, daar is beter. Ik zeg: echt niet. <laughs> nee, dat is waar, inderdaad. Het kebab is de Of niet, JoJo? Gisteren ja, ja. ja. pasje ja. ja, is goed hè? Ja. 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 maar limburgs kebab in limburg echt dat is, uh, dat is gek maar algemeen eten is heel goed in limburg ja, ja dat, is waar, dat, dat is, waar. is waar ook italiaans ook italiaans ja, Ita alles, in limburg ook, alles is ja, is goed heb is waar je hebt zo echt goede restaurants hier 100%. Er zijn toch zo memes van Khabib, zo waar is echt zo: burger. Burger. <laughs> burger. Hij moet burger. Ja. Yeah. Double, double cheese burger with steak. <laughs> maar het is een vies grappige ding, hè? <laughs> een vies grappige bij AKA, dat is dan zijn clip hè, met uh, Javier Mendes. Um, en die kreeg altijd zo pakjes en, en zo'n een, een ding daar, snap je? Tussen Islam en Kabib dan. Dat ah, ja, pakjes kreeg. En dan dacht hij: nee, dat is mijn pakje, nee, dat, <laughs> mij, dat is voor mij, dat is voor mij. bla toen is aan het praten. zegt: ah, ik heb hier uh, sunglasses gekregen. Ik hoop, je zeggen zo. Sunglasses? Your son has glasses? Nee, ja, ja, ja. zonnebrand. Ik begreep dat niet. Hè. Nee. Oh, kapot lachen. Ja, ja. Maar goed, Engels is nog altijd goed genoeg om. Uh, Verstaanbaar te om, zijn, ja, om te communiceren. Om, ja. communiceren ja. om entertainend te zijn. Hoe is, hoe is uw Engels? Maar, of hoeveel moeite heb je daarmee? Mijn Engels is ook niet heel goed hoor. Maar ja, uiteindelijk, als je twee maanden een. een je zeiden, de moeite, moeite praten. En ja. zo leert je dat door te praten. Wordt dat ook gezegd tegen u? Zo van ja, dan moet je je Engels een beetje. Kijk, dat is zeker fijner als mensen u verstaan. Ja. Kijk, als jij iets hebt te vertellen, of, of je vertelt niks. Je hebt liever iemand die iets vertelt over zijn eigen en die verstaanbaar is. Hè? Dat is ja. altijd. Dus, dat verkoopt ook eigenlijk beter. Want je merkt van je laatste gevecht bijvoorbeeld: is er een clipje viraal gegaan? Zo yeah, van, I'm, I'm a monster. Yeah. Je merkt van het, het weinige Engels wat je daar hebt gebruikt, heeft yeah, al direct gewerkt. Yeah, bij, yeah. En ja. soms, soms uh, vergeten ze wat geen in de wedstrijd hebt gedaan, maar zoals die dingen zijn belangrijk soms. Ja. Ja. Was dat bewust? Nee, hè? nee dat eigenlijk niet. Ik was gewoon, ik was gewoon zo blij ja. dat ja. ik gewoon van, uh, van alles zei. <laughs> maar, <laughs> maar, maar... maar dat werkt, hè? Dat werkt ja, enerzijds, ja, maar anderzijds, ja. dat, dat is ook gewoon. Heel authentiek, hè? Dat is echt je gevoel, ja. dat, hè? Dat wat ja. je zegt, dat, dat is hoe je voelt. Ja, ja, en op dat moment in zo'n extase, voelt je ook echt een monster, man. Ik ben, ik ben de man hier. Ja. ja, Op dat moment voelt je echt gewoon de man, denk ik. Ja, dat gevoel kun je niet beschrijven, dat kun je niet kopen, dat kun je. Ja. Dat is gewoon, ja, dat, is, dat is moet ik zeggen, die gevoel is eigenlijk verslavend. Ja dat gevoel is verslaafd eigenlijk Kijk eens aan, ja. na je wedstrijd en dat je gewoon trots op je eigen bent, en Tuurlijk, uh, yeah. dat je dat hebt behaald en ik zeg ik blijf het meest indrukwekkende vinden dat, dat dit allemaal in de heavyweight divisie gebeurt ja. heavyweight divisie is heel speciaal vind ik één ja. Ja. Uh, klap is dat genoeg Vroeger was altijd de, de, de beste, de heavyweight boxing champion was altijd de baddest man on the planet. Yeah, dat yeah. was standaard. Iedereen wist dat. En nu zijn MMA. MMA's, de ja. beste heavyweight MMA ja. vechter is de baddest man on the planet. Ja, ja, maar een lightweight weten. MMA vechter zal nooit iets kunnen doen tegen een, een heavyweight. Een heavyweight die pakt ja. alles wat onder zich is. Exact, dat. Nice. Dat is. Dat is de hiërarchie. Ja, <laughs> ja gek hè. Dus dat, is dat is een moeilijke geweestklasse. Ja, echt, hè, ja. ja kijk, moet ik zeggen, die andere geweestklasse is meer technisch, hm. tuurlijk. Je ja. moet meer technischer zijn, maar bij ons is eigenlijk echt ook technisch natuurlijk, maar ook grote kracht. Gewoon, ja. Hè. Ja. Het Kijk, zoals je ziet, Francis Ngannou hij is niet een van de meest technische heavyweights, maar hij is zo sterk dat ja. gewoon één punch genoeg is. Ja, ja. Maar het zo'n mannen als Mark Hunt en zo. Hoe uh, wow. weer, Roy Nelson? Roy Nelson, Roy ja, Nelson. ja, één overhand. En oh, ja, afgelopen. gewoon blokken. <laughs> er zit niks van techniek in ofzo. Er is, zit niks van dingen. Dat zin. is gevaarlijk, hè. Ja. Ja. Dat is het mooiste ook bij MMA. Kijk, je kunt drie ronden achter zijn. Dan geef je één klap. Heb je toch gewonnen. Ja. Boksen is dat iets minder, omdat je grote handschoenen hebt. Hè. Ja. Maar bij MMA is dat is minder. Maar, ja, bij MMA is dat maar kleine handschoenen. als je dan maar eentje krijgt. Ja, ja. Ding ja. is, hè? Um, Leon Edwards tegen Kamaru maar zijn ja, eerste ja, gevecht. Ja, voorbeeld. Eerste voorbeeld. Vier rondes lang rammel oh, nee, gekregen, vijf rondes... <laughs> Adesanya tegen Pereira, ja, vorig, ook. het vorige gevecht. Ja. Ook. Niet het laatste, maar de ja. daarvoor. Ja. Ook, ook vier, God. vijf rondes. Ik denk dat ja, het ook bij sommigen een strategie ah, okay. is Gewoon om, uh, om te overleven en dan de laatste ja. ronde heel hard terug te komen. Ja. Ja, ja, gelijk dingen zijn, maar met alleen de, tijd, de rope doop, dope ja. Tegen George Forman was dat, denk ja. ik. Die echt een paar rondes schoenen in ja, de, de toren was ja, aan het hangen. Dat ja, ja. uiteindelijk komt papa pa, 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 Een van de laatste van ja. Kijk, je ge, gevecht ge voor, uh, voor de Turkse vlag ja. vanuit Istanbul, Turkije. Ja. Wat de, was de keuze daar rond? Kijk, uh, hoe, hoe komt dat je daarvoor recht? Uh, een organisatie wil dat er kijkcijfers zijn, hmm. een organisatie wil geld verdienen uh, van, van zijn vechter. En uh, Turkije is een heel groot land. Hmm. En, uh, en een trots land ook. Ja, heel ja, trots. En ze houden ook van vechten. Ja. En uh, dat is een van de grootste redenen dat ik daarvoor vecht, eigenlijk. Ja. Om meer uh, publiek aanhang te krijgen. Ik ja. ja. denk dat de grootste en ook, uh, volger en, 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 en ook natuurlijk, ik ben ook een Turk die in België woont, maar ja. ik ben wel van Turkse afkomst, Ja. ja. Uh -huh. We hebben sowieso die, 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 die patriotisme. Ja, natuurlijk. Ja. Maar zijn uw meeste volgers of uw meeste fans in dat Turken? Ja, toch wel. Ja? Ja. Ja. Dat denk ik wel. Ja. ja. Dat is bommen, hè. Ja. Um... Ik denk ook wel dat dat, dat dat meer succes gaat opleveren op lange termijn. Uh -huh. ja, want kijk, België is een klein land, hè. Kijk, hier in België kent niemand mij. Maar in Turkije nodigen ze me uit voor een seminar. Ja, dat ga. Snap je, zo van die dingen voor een interview nodig zijn me nu ook al uit. Turkse media ten opzichte van Belgische en media. Dat is dus, niet te vergelijken dan. Dat heb ik Tuurlijk. hier nooit gehad. Snap je, ja. alleen wel van TV, maar wel kleine dingen. Maar echt erkenning. Dat je zegt van: hey, uh, kom hier, VTM en dit en dat, dat mm. heb ik nooit gehad. Nee. Terwijl, ja. Terwijl, alleen, terwijl ik dat, dat, dat eigenlijk. Ik ben, uh, ik ben, niet, ik ben niet de enige, natuurlijk heb ik ook een paar goede vechters. Ja. Nog, maar we zijn met een paar. Nee, nee, een ja. beetje erkenning zou fijn zijn. eigenlijk. Wij zien dit ja. bijvoorbeeld als, als letterlijk, misschien onze dikste aflevering. Oh, dit is, is letterlijk. Je this... Ik kijk er ook echt naar uit. Ja, we zijn, we, we zijn er al zelf al lang over aan het praten. Ja, ja, ja. Sinds aflevering zoveel. Ja. Maar je zit, je zit in uw sector, wat je doet, zit je on top of the food chain. En je zit letterlijk daar en je zit nog. En nu is ben, het nog aan Ik ben, het geaan, op de, zelfs, ja, ik ben een nu op klimmen. de goede weg. Volop in je groei eigenlijk. Ja. Ja. Ik, ben, ik, ben er nog ik ben er nog altijd niet. Ja. Het kan ook mislopen, het kan ook mislopen. Maar daarom is het ook fijn. Kijk, ja. waarom is dat fijn? Er is altijd een kans dat je kunt verliezen. Je zit echt in proces. Hoe zelfzeker dat ik ook ben, er is toch altijd nog een kans dat je kunt verliezen. Tuurlijk. En dat maakt het, dat maakt het fijn. Dat maakt het wat het moet zijn. Dat, uh, zeggen? Dat, dat maakt het ook dat een, dat een, uh, zeggen? Dat een fan kijkt, ja. van hé, hey, die gaat verliezen of die gaat winnen. <laughs> maar als jij weet van hé, oh, hey, die gaat die fruit van eens slaan en uh, dat gaat niks zijn, dan kijk je niet echt zo met. Dat is minder spannend. Ja, dat is een minder, minder, min, dat is een minder fijn gevecht. Je, maar als je weet van hé, hey, kijk, zoals uh, Tyson Fury vuren tegen Deonte Wilder. Wilder, hmm. Kans is 50-50. Snap ja, je, ja. oh, die kan een klap krijgen en die kan dan kijk ik ook liever, en ja, dat, is dat wedstrijd goeie. is ook meer, uh, hoe moet ik zeggen... Dat trekt ook het publiek aan. Ja, ja. Ja. Kijk je zelf? Naar wat kijk jij zelf? Ja, ik kijk meestal zo zwaargewicht. Hè. Ja? MMA of eerder boksen? MMA en boksen ook nog. Boksen ja, toch? boksen ook nog. kickboxen ja. ook soms, kickboksen ook. Niet iedereen, maar zo als er jongens zijn die echt goed zijn, dan kijk ik. ook. Ja, ja. Wie, is, wie is op dit moment je favoriete vechter, zou je zeggen? nu op, moment, op dit moment van boxen of uh, kies maar van beide uh, de boxen is dat toch Tyson Fury ja. Om, gewoon omdat he? hij zo dik is ja. en uh, dat zou je niet zeggen als je dit Ja, onder... mentaal heel sterk Overleven. en uh, toch tegen de beste vechten en ook even eruit geweest vet geweest ja. en dan zegt hij van, ik ga even tegen Deontay Wilder vechten <laughs> In, in die moment gewoon iedereen naar koud ja, ja. de kijk, gevaarlijkste mannen ja, 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 ja en dan wint hij ervan snap je dat is zo <laughs> een dat heeft een shape, verhaal ja. dat heeft een dat moet ik zeggen heeft een verhaal zo dat pakt, mentaal echt, problemen ja. en toch zo sterk uitkomen ja. respect ervoor hè. Tuurlijk. ja, ja. en een en een mma bij mma nu ja, ik kan moeilijk zijn ja, buiten jezelf ja, natuurlijk hè? nee kijk voor mij uh, een, een, ik heb er paar, snap je? Dat, dat is niet één. Voor mij, ja, zeker. Gegaard. Ja. Um, Kane. Kansas uh, Ook legend. Uh, Fedor. Tuurlijk. Dat heb ik ook uh, bij mijn laatste wedstrijd op Ja? Ja? Ja. Nice. Hij was er ook. Is hij nu gestopt? Ja, toch? Hij ja, was zijn laatste gevraagd. Hij is laatste gestopt. Gevraag, ja, Die hij is gestopt. Ja. Oh, wie nog? Uh, Khabib. Ja. Khabib. Heb je hem, hem ontmoet? Kabib heb we nog niet ontmoet. Nee. Maar nee, een andere Die kans heb ik nog niet gehad. Heb je een andere van die Norma Gomelas ontmoet? Oemar uh, heb ik Umar, Umar ontmoet. Ja, dat is eigenlijk. van Bellator? hè? Ja. Nee, van UFC. Ufc Als ja. ah, het Oesman en Bellator? Ja, Oesman, ja, is het in Bellator. Ah, oké, okay, ja. Oemar. Ja. Ah ja, Oemar gaat vechten tegen zijn eigen binnenkort. Ja, 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 ja. tegen Corrie's ja, ja, ja. Klopt. Ja. Ja, ja nee, Kabib ook zeker. Ja, ja Gewoon omdat hij ook van de bergen komt ja. en even in Amerika toch. Snap je altijd als onderdog komen en toch presteren en zo bekend worden? En zeker in de moslimgemeenschap. Ja, ook is En dan ook die moslimgemeenschap moslim ook presenteren. Niet, niet normaal. Kijk, je, kunt, je hebt sommige mensen die er beschaamd voor zijn. Ja, ja. En, of, of die feiten, waar dat... als die met uh, niet, alle, geen moslims zijn, dan, dan zeggen die, ja, ik ben niet. En dan als die met, wel met moslims ja. zijn, dan zeg ik die, oh ja, ik ben geloof. Snap je en toch blij. Eh, hij blijft altijd hetzelfde. Hij is wie hij Van dag 1 ja. tot nu toe is hij nooit veranderd en daar heb ik respect voor. Hij ja, ja, houdt heel, vast, die heel super, sterk vast aan zijn waarden. super ja. trots en, en ja. dat werkt voor hem ook, hè, moet je denken. Dat is chic, dat, 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 terwijl hij zo trots is en, en zo vaak gelovig, ja. dat dat nog werkt in zijn voordeel. Ja. Ja. En maar ja, en ja, hij dat is ook like dan. this, alhamdulillah. Ja, ja. Ja, ja. <laughs> dat is ook discipline. Hij doet niks anders dan ja. bidden, eten, trainen. Dat is zijn leven. Ja, ja, dat ja, is een echt. Die gaat nooit uh, uit of ik weet niet waar. Dat is echt die bergmentaliteit, heeft hij ja. gewoon. Ja, ja, dat is echt die bergmentaliteit. Echt ja, zijn familie, zijn kinderen. En van zo iemand winnen is echt moeilijk. Ja. Snap je? Ja, ja, het gaat niet meer om, om, ja. om skills het of dat. Het gaat dit, ook niet om dat. geld bij hem meer. Ja. Maar, snap je, dat was echt gewoon van: ik wil gewoon de beste worden. En dat is die ook geworden. Hij heeft hij ja. een paar keer verdedigd. En had hij ook van: dat is het voor mij. Ja, ja, die heeft zich voldoende bewezen. Hè. Die heeft zich voldoende bewezen sowieso. Ah ja, John Jones, die ben ik vergeten. Ja. John, John Jones is mijn persoonlijke favoriet. Hoe kan ik die favoriet. vergeten? Hè? Ja, dat is mijn persoonlijke ja. favoriet, legend. Ja. Zeker wat hij nu laatst heeft gedaan met Sirius Gunn. Dat is. Ja. Hoezo ja. zelfs. Ja. Ja. Je komt gewoon... terug na vier, vijf jaar. Zeele. Je ja. pakt even de heavyweight in ja. Champ. Allez, ff, dat hoeveel, kan toch niet? Hoeveel <laughs> verdedigingen heeft u al niet van uh, title, van uh. titel? Ja. Altijd tegen goede gevochten. Ja, nou. Dat de is het vooral. Niet dat is het. Beste van de beste en dan nog altijd winnen. Zelf op ja. jonge leeftijd uh. dan. Hij heeft ja. mensen gepakt waarvan ja. mensen zeiden: die gaat hij die nooit pakken. Ja. Die heeft mensen gepakt waarvan mensen zeiden: van hij is de beste vechter op aarde. Ja. Die heeft die mensen gepakt. Was, was nu twijfelt niemand meer precies zo. Nee, nee dus in deze tijd is het zo. Ja, is ook. Zij, die zeggen wel zo: een Gano en zo nu, en, en, omdat dat een gevecht is die eigenlijk niet meer gaat gebeuren. Nee. Maar dat, dat is altijd iemand, zo dat yeah. is altijd zo dat is, is ook, altijd dat is ook something. die sensatiemedia, yeah. dat is natuurlijk yeah. om het erin te da, houden. Dat da moeten ze zo doen om uh, die gevechten te promoten. Yeah. 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 Tuurlijk, tuurlijk. Ik luister bijvoorbeeld naar Joe Rogan en, en altijd als bijvoorbeeld de, de tegenpartij zo zegt van ja, die en die gaan vechten. En die zegt van ja, maar dat is duidelijk wie gaat winnen. En dan zegt Joe altijd, you never know, you never yeah. know. I just want to watch. Dat is echt yeah. Yeah. <laughs> maar dat? Is ook, dat is een maar dat is ook wel echt, yeah. je ja. weet ook nooit. Dat is een gevecht, you never know, 100%. Uh, We hadden het net al over eten. Hè? Je gaat nu vaak naar Amerika. Hè? Uh, wat was je favoriete eten daar in Amerika? Oh, dat is een goede vraag. Dat is mijn favoriete eten daar. Moet ik naar Want daar mee. heb je toch ook heel ander eten dan hier. Hè? Af, ja, ja, <laughs> ja favoriete. Kijk, lekker, uh, moet ik zeggen. Daar kun je echt de meest vettige eten ja, eten wat je in je leven kunt. In beeld, ook fastfood letterlijk op elke ja, hoek. hoek van de maar, straat. Het meeste wat ik daar eet is sushi. Eigenlijk. Ah, echt? Ja, ik eet heel, heel vaak sushi, pa per week. Ja. Hmm. En ook uh, vis, goede vetten, rijst, ja. goede koolhydraten. Mexicaans dat, eten ze ook lekker daar. Ja, hè. tacos en zo. Ja, goede <laughs> Mexicaans. <laughs> ja. ja, ook bijvoorbeeld je hebt de dingen, de halal guys zo. De halal guys. Ja, ook lekker. Maar dat is Dat, dat is bekend, ja. Ja, maar dat eet ik niet. Ik ben daar geweest, heb ik gekeken en dat was alles behalve uh, ons, on, 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 nee, dan misschien wel, maar on, on, dat, dat kunt je niet verwerken met ons kebab. Hè, en trappes, ah, van, nee, ja. 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 En Dat was wel echt kebab en zo. Vijf. Dat ja. is een schotel, precies. Dat is ja, een schotel, maar zo'n een, dus een een bak aan ja, een bol. Mm, en die gooi nee. je dan zo keppendai. Dus geen ja. keppenborst of zo. Nee. Echt keppendai, maar bol, hè. Ja. En dan zo gele rijst en dan salade en zo. Ja. Maar echt zo'n leuke bol met, met, met saus, rode saus. Ja, 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 ja. Sowieso niet zoals hier, hè? Snap je? Nee. Als je bijvoorbeeld een kapsel van ja. hier gaat pakken. Je ja, scheurt die kapot. Hè. Ja, ja. Maar ik, de hoeveelheid en zo daarvan dat is aantrekkelijk. De, de porties ja. is wel ja. altijd veel in Amerika, omdat mensen ook groot zijn. Ja. Die eten. Groot, groot en breed vooral. Ja, breed, breed vooral. Gek ja. ja. Je merkt ook aan de wegen en zo: hè. alles is groter. Alles is Letterlijk groters, alles is groter. Auto's zijn groter, parkings. Als je ook. Bent, er zijn zo groot winkels. Ook onder 3 liter vind je niet hè, qua auto's. Nee. Alles ja, boven 3 liter. Bijna. Daar is Een gallon is 3 of 4 liter. Ja kost je 4,5 dollar. Ja. Dat dus, is veel goedkoper. Dan veel het goedkoper, koper, ja. Dat is ongeveer een euro of zo per ja. liter. Ja. We zijn twee. Zijn, we uh, en dat is, duur, hè. dat is duur, hè. Vroeger was dat uh, minder dan de helft. Vroeger, o, ja. En vroeger, uh, wat wil, wil ik zeggen... Vroeger misschien een paar jaar terug, voor de corona. Of ja, gelijk hier bij ons eigenlijk, hè. Dat uh, die prijzen uh, stegen. Yeah. Uh. Nee, uh, gek, ja. En met, met welk auto je daar dan? Huur je dan een auto ja, voor Ja, ik had ge... zo'n Ford Mustang. Ik moet, wel, ja. Ja, ja, moet wel, een dikke ja. Ja. Ja, sowieso, moet is wel. Dikke geluidje. moet Dat is ook niet zo duur, hè? Daar, om een nee, auto te huren. nee, nee, dat is niet zo duur. <laughs> je hebt al direct een mooie auto. Je kunt een Camaro huren of een, ja. een Corvette kunt huren. Ja. Voor ja. Vrij, voor niet zo heel duur. Ja. Daar kun je alles doen als je geld hebt. Ja. Echt zo dingen. Je... Maar je hebt wel heel snel veel geld, kun je ook als je wilt. Heel snel. Zeker in Vegas. Heel snel. Uh -huh heel ja, alles kost, alles kost duur daar hè. Ja. nu je hebt je hebt ook bij Henry hoofd getraind hè ja. en dat is in uh, Kilcliff Miami. Miami Florida is wat ja. vond je fijner Florida of uh, Florida kijk Florida is natuurlijk mooier hè ja. Ja. dat is meer beach hè dat is meer Palmbomen. Ja. Uh, ja. en ook uh, moet ik zeggen je hebt me veel meer dingen te doen daar ja? Ja, toch veel leer, ja. leren. Ja. Vegas heb ik ook heel veel te doen, mm. vergis je niet. Maar dat zijn niet de dingen waar ik naar uitkijk. Dat is meer casino's. Ook en stripclubs. Ja, ja. En meer drinken. Mm. En, de, en zo dingen doe ik niet dus. En, uh, mijn interesses zijn ja beter in, in, uh, in Miami. Nee, ja, ja. Nu, Miami staat er ook bekend voor, hè, voor het uitgaansleven. Maar daar ja, heb wel. je ook nog inderdaad nog veel andere dingen. Ja. Terwijl in Vegas is vooral bekend om, om uh, de clubs gewoon... en, en casino's. Ja, meestal, ja. maar dat is ook eigenlijk gewoon een plaats waar we. Mensen komen daar voor drie, vier dagen. Ja, in Die feesten daar en dan gaan die terugsnappen. Zwaar. Ja. Dat is dat je gaan schieten in Amerika. Ja, dat heb ik gedaan. ja. Wat ja. ja. heb je geschoten? Was het dikste waar je mee hebt geschoten? Bezoeken. Zo'n <laughs> ja. Ja, zo AK. Hè. Ja. Ja. Automatic. Ja. Dat is wel nice. Ja. We hadden een moederpet gedaan, maar toen mochten we. Dat, mochten we, dat mocht niet, hè? Ah, Automatic niet, maar nu lijzer, dat is er. Wel... Ja, we hebben ook met gekke shit geschoten. Ja, maar die automatic met een AK. Dan zit je in het plafond, naar de ja. tweede schot. <laughs> dat is ook... Is ook. Dat, was van, dat is leuk, met wapens schieten. Ja. Ik in Budapest was ook leuk. We hebben met shotguns, met, met dat was allemaal. Het fijnste, Shotgun was het fijnste. Van ja, nu. ik vond shotgun ook leuk. Ja, dat, is, dat blijft goed. Ja. Uh, ja, dat is echt... Dat is gewoon kicken. Hier heb je dat niet. Echt. Maar in, Boudibes, in, in Hongarije heb je die cultuur ook schietcultuur yeah. Of gun, yeah, cultuur. gun culture. Yeah. Ja. In Amerika is het natuurlijk veel. Ja, in Amerika heeft iedereen een wapen thuis. Hè. Je, ja. mocht dat, je mocht dat hebben. Uh -huh. ja, so. Dan mogen de nummer 4 heavyweight zijn. Maakt niet uit. Ja, <laughs> ja. In Zuid ja, heb je zelfs open carry. Ja. Ja, mag oh, Letterlijk gewoon. Dus daar is we de, de, op, de, daar op, is de wet van als jij je bedrijf voelt dat je dat leven in gevaar is. En, uh, dat hij je, je leven kan uh, uh, dat je, je kan doden of zo mm -hmm. of dat hij dat hij wat kun kan je die gewoon neerschieten. Gek joh. Zonder gestraft te worden. <laughs> dat is echt ziek. Dus ja. als jij uh, zij dat ik een wapen heb en jij komt naar mij af met een mes en jij zegt van ik ga je doden dan en, zet je... en jij zit op twee meter afstand ik kan je gewoon neerschieten ja. en uh, dan ga ik dan... Ja. dan gaat u niks gebeuren. Dat hangt natuurlijk ook van staat tot staat af. Maar, ja, ja, maar Florida ik, is maar, er bekend ja, voor Las Vegas ja. ook, Las Vegas ja. ook, ja. Texas, ja, ja, Texas vooral Texas, waarschijnlijk. Ja, ja, ja. 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 Oh ja, gek. En dingen is eigenlijk, ja. Um, barbecue heb je dat gedaan naar? Barbecue, uh, wat heb je daar toch ook, we hebben toch met met uh, dingen gepraat, met, met um, ro, nee, niet ro, uh, Fabio van Roy hebben we er ook over gepraat, maar ook vooral met Dimitri van uh, Braai. Van Braai, barbecue. Ja. Ja. Dus die is dan in Amerika geweest en dat is blijkbaar eigenlijk een heel. Vooral in Texas dan, Zwaar, in het zuiden. dat dus, een ja, heel felle barbecuecultuur. blijkbaar. Texas? Ja, ja. vooral daar. Ja, daar ben ik nog nooit geweest eigenlijk. Ik oh, okay. ben, ben bijna overal geweest, maar daar niet. Oh. Hoe vaak zit je het jaar? Hoe, hoe vaak zit je daar? Drie, drie, vier, drie keer. misschien. En toch hoe, een hoe, hoe, hoeveel periode? Drie, vier maanden dan ook? Of? Nee, meestal is dat voor een wedstrijd. Of als, als of uh, of zo iemand vecht, dan oh. ga ik mee. Voor mijn eigen trainingskamp of voor mijn wedstrijd. Drie oh. à vier keer per jaar. Hè? En hoe Hoezo. is het een maand ongeveer, of ongeveer uh, ja, Meestal drie weken of een week, als er een gevecht is, een week. Voor, uh, voor het trainingskamp ging ik meestal voor drie weken of vier ja. weken, maar nu ben ik twee maanden geweest, de eerste keer zo lang weg. Was dit beter dan, denk je? Kijk, voor, voor mijn wedstrijd is dat beter waarom? Uh, hier heb ik een gezin. En, uh, ik sta nooit stil als ik hier ben. Ja. Ik rust niet. Uh, dus daar had ik niks te doen. Dat was ja. alleen maar trainen, en eten en ja. slapen. En hier heb je vrienden. Ik kom afleidingen. Ja, af, je hebt afleidingen. Tuurlijk. Ja. Kijk, natuurlijk moet je tijd investeren met iedereen. Maar uiteindelijk kost dat wel je rust. Ja, ja. En uiteindelijk moet je eigenlijk gewoon eten, slapen, trainen. Om heel ja, goed ja, je te zijn. Bouwen, en daar, ja. had ik, en daar, uh, daar was het gewoon perfect. Dus ik ging trainen. En dan uh, kwam ik thuis slapen, eten. En dan weer trainen. En dan ging ik recovery doen. Sauna, ijsbad. Mm. Dus dat, dat had ik hier niet. Hè. Dat, is, dat is natuurlijk, dat is zeker belangrijk. Die focus is zeker belangrijk in uw periode van groei. Ja. In een periode van groei is dat, is dat zwaar belangrijk. En dat is wat het verschil kan maken. Maar, ja. hoe, maar hoe gaat uw familie ermee om? Dat is ook niet gemakkelijk voor hen. Dat, dat is zeker niet twee gemakkelijk. Maanden, dat dat is zeker niet gemakkelijk. Maar. Uh... Ik, kan, ik ben ook met iets bezig wat ons leven kan veranderen. Ja. Snap je? En uh, in een korte tijd kan ik een goede overbrenging maken. En daar ben ja. ik mee bezig eigenlijk nu. En dat weten ze ook. Hè. Dat, is, dat is belangrijk. Ja. Ze steunen mij ook heel veel. Het dat... is, is niet van. Uh, ik heb wel een goede vrouw. Ze steunt mij in alles. en uh, Mijn kinderen zijn nu ook wat iets ouder, 11 en 7, dus dat gaat nog wel. Ja, makkelijker nu, hè? Maar het is niet makkelijk, ja. hè, want er is, er is ook 9 uur verschil. Dus ah, ja, als ook ik, nog. Als ze even gaan slapen, ah ja, ook dan. Uh, snap je, dat, ze, dat was ook niet makkelijk om constant te bellen. Zou dat, zou dat makkelijker zijn net met kinderen? Zodat, zodat bijvoorbeeld. Je vrouw heeft een bezigheid, dus Ze is twee kinderen aan het opvoeden nee, ja, ja. tegelijkertijd. In plaats van dat al haar aandacht op u is, in principe. Is dat makkelijker, denk je, met kinderen dan zonder? Of met kinderen is beter. gezin hebben is beter. Waarom Je hebt een structuur? Hmm. Ja. Kijk, stel je voor, als ik nu geen gezin moest hebben. Ik, ik zeg niet dat ik dat zou doen, maar het is makkelijker dan dat je dan meer afleidingen hebt om, mm. uh, om weg te gaan met vrienden. Tuurlijk. Om leuk, constant leuke dingen te worden. Maar ja, als je een gezin hebt, dan zit je toch meestal, nou ja. Ah ja, nu moet ik naar huis, want mijn kinderen wil iets gaan doen. Of, ja. dus want je hebt al buiten je vijfcarrière het eigenlijk al gemaakt. Uit uw wegcarrière carrière en uw, ja. uw gezin te zijn. Ik ja. heb het al bij, bij mij is het eigenlijk, ja, juist andersom geweest. Eerst ja. familie ja. en dan carrière. Ja. Normaal is carrière en dan familie, maar bij mij was het juist andersom. Ik ja. heb het op zijn terug gedaan. Heb je twee dochters? Ja, twee dochters. Wilt ja. Be, je nog kinderen? Uh, ik denk dat twee genoeg is. Hè. Echt? serieus? Wil je nog geen zoon? Zeker zou ik dat. Wel, hè, maar ik heb er ook om te zeggen: Kijk, ik ben altijd weg. Het ja. is niet makkelijk, hè? Ja, ja. Dat maakt me heel moeilijk zelfs. Ja. Ik persoonlijk, dat is, dat is een grote schrik in mijn leven. Ik zou van, ik zou van beide werelden eigenlijk eentje willen hebben. Want, zowel een jong als een meisje. Als een meisje. En, en, ik hoor verhalen bijvoorbeeld van kameraden die, met, die zijn met vijf jongens thuis, vijf broers, dat ik denk van... Nee, dat wil ik ook niet, allee, ja, allee, joh, allee. Joh. snap je? Die ouders hebben blijven geprobeerd... Ja, ja. Maar dat is ook een moeilijke situatie. Met vijf kinderen denk je dan zo'n. Ja. En deze keer, schat. Dan ja, nee. gaan, gaan we voor een meisje gaan of ja, niet. Ja. Nee, dus ik denk gewoon dat ik ergens een ga adopteren dan. Dat ja. ja. ja, zei, zei ik ook tegen mijn vrouw: laten we een adopteren. Dat, dat weet je tenminste. de mensen de sterke van Afrika. Ja, ja, en, die mag wel gaan vechten ja, ja. Zo'n zo Inkanu. Ja, echt een ja. Stel je ja. voor: hoe was, hoe was het eigenlijk om om. Zo terug naar Heusden te keren. Zo, je oh. weet, heel Heusden is nu aan het kijken, dat weet yeah. je. Ja, en zo was, naar Heusden-Zolder. Ik, uh, ik was zo blij. Mijn neef was me komen halen. En uh, ik zag zo gewoon beringen, afslagberingen. Mm. Ik was zo blij. Ik zei, hey, kom, we gaan rap een kebab eten hier in Beringen. Ik heb een gegeten en dan kwam ik thuis. had is een verrassing gemaakt. Barbecue, gast, mijn familie. Ja, gast, mijn familie was daar. Dus ja, dat was, dat was zo, hoe moet ik zeggen? Dat was mijn, uh, na mijn wedstrijd was dat mijn tweede doel. Ja, Snap ik om thuis ja, te komen en uh, met de familie te samen te zijn. Ja, en gewoon tijd doorbrengen met de familie. Dat ik, ja, want ik had het zo hard gemist. Want ik ben, kijk, sommige mensen kunnen alleen zijn en uh, kunnen gelukkig alleen zijn. Mm -hmm. Maar ik ben iemand die vrienden en familie nodig heeft. Mm -hmm. En daar was ik twee maanden alleen. En uh, ja, dat heeft, me, dat heeft wel iets met mij gedaan. Maar ook een positieve. Dat heeft, dat heeft iets opgewekt in mij. Waar mijn wedstrijd. Allee, daardoor heb ik ook mijn wedstrijd gewonnen, denk ik. Gewoon, dus je krijgt meer motivatie gekregen dan Ik heb meer of... motivatie gekregen. Ja. Ook zo, hoe moet ik zeggen? Ik had zoiets van: hé, hey, ik ben niet hier twee maanden gekomen. Ja. Kijk, je, je hebt ja. altijd de intentie om te winnen. Hè. Maar sommige dingen kunnen die drang. Die kleine beetjes die kleine helpen vuur, veel. Ja. Die ja. extraatje, dat krijg je van zo dingen, denk ik. Ja. Ja. Dat is ook. En, en, en wat, er, wat was er dan negatief aan en daar alleen zijn? Negatieve ja, Pff, je mist je die omgeving hè. Maar hoe beïnvloedt u dat aan, ja, nee? Kijk Wie, hoe wat was dat? Ja, nee, Kijk nee. je komt, je gaat, je wordt wakker, je kijkt niemand thuis. Je gaat trainen, je komt terug, je, je doet de deur open, je kijkt stil, nee, niemand. Nee. Je gaat weer buiten binnen, constant niemand thuis. En dat doet wel iets met je hè. Ja, als je niet is, heel veel. Snap je? En ja. ja, sommige mensen kunnen perfect. Die zijn gelukkiger oh. zelfs alleen. Maar bij oh. mij was dat iets van, hey, Je ja, hebt twee jonge kinderen en dat dan is dan altijd ja, En dan zit je, een maand verder hè, huh? Al een maand, 30 dagen, 31 ja, en dan moet je nog eens 30 dagen. Zer hetzelfde. Ja. Oh shit. <laughs> <laughs> ja. Ja. Maar je ja, hebt wel FaceTime, snap je? Ik ja. Bellen en, maar ja, het is niet hetzelfde. Nee, natuurlijk, nee, 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 natuurlijk. Nee. Uh, maar ja, nu ben ik hier dus. Nu probeer ik terug te genieten. <laughs> heb je al een volgende partij gepland? Normaal gezien eind van het jaar. Nog niet gepland, maar ik heb met mijn manager gesproken en hij zegt eind van het jaar. En, en heb, is, er een, is er een gameplan om tot, tot uh, de titel te geraken? Kijk, dat is het ook. En nu, nu kan ik niet meer zomaar tegen iedereen vechten. Dus we moeten dat snel aanpakken. Ja, ja ik dat We moet, uh, moeten uh, tegen iemand vechten. Allee, proberen tegen iemand te vechten die hoger is. Ja, ja, dus of een uh, interessante wedstrijd. Ja. Om maar de titel is niet, te geraken. Ja, dan, uh. Maar er is niet per se een gameplan of, of een stappenplan of is een beetje zien wat. Nee, ik, ik kijk, dat is niet dat ik direct nu al een titel ga krijgen. Hoor. Ik ga misschien één of twee wedstrijden. Dat wilt je, je ook krijgen. niet, denk ik, hè, toch? Als ze mij dat geven, zeker wel. Ja, zou je dat doen nu? Ja, Als ik nu zeker, tegen je zegt, tegen Ryan Bader gezegd zeker, zegt, we gaan ervoor. Zeker, zeker. Of. Ik zal nooit nee zeggen, maar <laughs> ik denk niet dat ik die kans ga krijgen. Misschien nog één of twee wedstrijden, denk ja. ik. Ja. Het echt. Ja. Dat is mooi, hè? dat is altijd mooi. Op hoeveel, op, op, hoeveel wedstrijden probeer ik op een jaar te doen? Is er zoiets? Twee à drie. Ja, ja want je moet kijken, ja. een voorbereiding duurt twee à drie maanden voor één wedstrijd. Een recovery dus, nog. Een recovery gebreekt soms iets. Ja. 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 Heb, je, heb je al iets gebroken tot nu toe? Jawel, ik heb mijn hand gebroken, mijn voet gebroken. Laatste keer heb ik mijn teen gebroken nu. Ja. Ja. Ah, echt bij je laatste partij? Ja, bij mijn laatste partij heb ik meteen gebroken. Ja, gebreekt was wel soms iets hoor, maar ik heb nooit echt zo zware blessures gehad. Dat ik uh, maandenlang uit ben of zo. wat ja. een paar potten dat ik, <laughs> ik heb nog nooit iets gebroken. Meteen ja. thee, mijn hand, mijn elleboog. Ja. Ja. ja, alleen. Nu zit het ook getekend bij Ali Abdelaziz. Ja. Uh, daar hebben we ook even voor de podcast over gehad. Dat is ja. Letterlijk de. De meest bekende, de, de meest succesvolle en de beste manager in MMA. Hè? Zeker weten. Zeker weten. Echt waar. Hoe, hoe, is, hoe is dat gebeurd? Hoe is dat zo gevormd? Mm. Ik, had al, ik had al een paar jaar contact met hem, maar ik was okay. uh, bij een andere management. En ik wou rustig aan mm. naar Ali toe gaan, maar hij heeft even tijd nodig gehad. En uh, ja en. Een paar maanden geleden hadden we getekend hè. en heb ik direct een wedstrijd gekregen, nummer 4. Dus hij heeft, heeft echt goed zijn werk was gedaan. Zijn eerste... ja, dat was dat zijn eerste? Nee joh. Dat was de eerste keer dat hij voor mij allee, dat, dat we samen hebben gewerkt. Dus hij, werkt, dus hij was... werkt wel echt. En die heeft u meteen een nummer 4 geregeld terwijl geen ja, ja, nummer 10 stond. Ja, dus. Geek, dat was ja. heel dik. Ja. Kijk, alles moet kloppen, je manager moet kloppen, jijzelf moet uh, goed voorbereid zijn. En, en als alles. Goed mee is en dan zit je nog succesvol, dan, dan kom je er wel. Maar die doet dat ook goed met zijn vechters in de UFC. Hè? Bijvoorbeeld, ik, ik weet dat Dana White zegt dat hij nooit een probleem heeft gehad met uh, gevechten voor Kamaro Oesman, bijvoorbeeld. Dat alles altijd heel vlot is gegaan. Dat maakt het ook fijner voor de organisatie. Ja. Hè? Om ja, ja, ja. met zo'n zo vechter en met zeker. professionele zeker. management te zitten. Maar hij, het is ook heel simpel: hij heeft, hij heeft alleen maar de beste vechters. Uh -huh. Snap je? En als je de best, beste vechters hebt, dan. Heeft iedereen nu ook graag? Hè? Elke Tuurlijk. organisatie heeft u graag. Ja, ja. Als jij vechters hebt die ene wint, dan verliest hij, vijf uh, verliezen één, ja. dan uh, wordt hij ook niet serieus genomen. Dat nee, nee. zorgt alleen... voor spektakels. hè? Ja. ja, en hij heeft uh, de beste vechters, hè? daarom wordt hij ook serieus genomen. Heeft hij, heeft hij bepaalde regels of zo? Of zo bepaalde dingen voor nee. zijn vechters? Natuurlijk tekent geen contract bij het ja, ja. management, ja. maar uh, zo'n regels of zo, nee. Ik okay. ben ook een paar keer gaan eten met hem, heel goede man. Bom. Ja, afspraak oh, weer. Ik vind het chique, joh. Je zit met, met legends legend samen. Je zit met le ja, ja, samen, letterlijk. De, de grootste mensen in heel het ja, 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 dat is echt mooi. Ja. Zeker. Ik vind het chique. Hoe word je behandeld in Dubai? Want je, hoe vaak ben je daar geweest? Eén keer maar. Met, uh, Was dat met hem dan? Nee, toen ben ik uh, voor de voorbereiding van dingen geweest. Uh, Tuyuvassa. Met Zakke toen. Uh, Zakke had contact met. Uh, bossen, die, dan. Ja, die waren samen aan het trainen. En toen zei ik, ik van, hé, hey, uh, wil je, je komen voor een voorbereiding? Want u was voor een paar weken, ik ben hier ook. Ik zei ja, zeker. Als je daar <laughs> zei, dan kom ik zeker. zoek dat toen je was, hè? Ja, en Kapot toen hebben we samen je... zo getraind. Ik denk een paar weken. Huh. Ja. Hoe was het daar? Goh, dat is wel heel mooi. Maar dat is geen plaats waar ik zou willen leven eigenlijk. Ja, wel heel mooi om te zien ja. en uh, extreme luxe. Maar ik ben, <laughs> ik, ben ik ben meer van simpele. Ja. was ja. ja, ja, ja. ja. oh, Alles ja. is groot aan. Ja. Ja. Dubai. Toevallig was het bekend om zijn dingen en zijn antics. Die is ook wel goed op. Uh, Toen was dat is grappig man. Ja. Die zijn is ook goed op zijn sociale media. Ja, ook. ook heel goede kerel ook. Ja, dat lijkt me ook wel ja, zo. In, uh, keer ook. ook zo heel authentiek. gewoon. Zo, ja, ja. Ja. Heel echt zo. Ja, echt, ja. ja, ja. <laughs> dat wel, ja. Zo is die wel. wat je ziet, dat is wat je krijgt zo. Ja. Nee, maar chic wel. Uh, ja. Je hebt echt je hebt, met legends gewoond. Ik vind dat chic. Ja, ik vind het ook wel fijn ja. dat ik zo met jongens kan trainen die toch hoog niveau hebben. Ja, ja. Uh, toen je net vroeg van Heusen Zolder, ik bedoelde eigenlijk iets anders. Ik bedoelde van hoe word je ontvangen in Heusen? Als je dan ik zo bijvoorbeeld ergens is, gaat eten, of zo, sowieso, mensen zeg ik: toch in meer dan ik, vroeger. Ja, en heus ben ik altijd al zo, moet ik zeggen, een soort kampioen. geweest Ja, ja, geweest, hè? Met boxen en ja. Iedereen heeft me graag. Ik, ik kan met iedereen goed opschieten. Ja. Ik woon ook heel graag in heus zolder. Ja, nu, maar nu merk ik wel dat ik zo, moet ik zeggen, dat zelfs oudere mensen gewoon om vier uur s nachts wakker worden en die kijken naar mijn of. wedstrijd en die mij een bericht sturen naar dus ja. mijn wedstrijd omdat ik zeg, uh, ja, ik ben echt zo nieuw gekend in de gemeenschap. Hè. Ja, ja. De mensen hebben ook respect voor wat ik doe. En, uh, dat, dat is wel fijn. Ja. Ik vind dat wel fijn ja, dat mijn buren ook soms komen zeggen: hey, ik heb u zien vechten. <laughs> ik heb u gezien in de TV. Dat is wel fijn, snap je die herkenning? Dat kan ik niet ont ontkennen. Dat is wel heel fijn. Ja, natuurlijk. Ja, je zit al zo. lang bezig ermee ja. Ja. om dat dan uiteindelijk te krijgen. Misschien ook door je oren, omdat je bloemkooloren hebt nu. Ja, nu zie ik dat niet. We ja. <laughs> ja. hebben dat bewust gedaan voor je. Dank je, dank je. Sinds wanneer heb je... Want je hebt, je hebt echt bloemkooloren nu. Ja, ja maar sommige, kijk, sommige vechters die heel goed zijn, die krijgen dat gewoon niet. Ja. Dus dat, je moet er ook, uh, moet ik zeggen... Aanleg voor hebben. Aanleg voor zo. hebben. Dat is geen goede aanleg, spijtig. <laughs> ik, heb, ik heb dat, ja, wanneer heb ik dat gekregen? Tamelijk snel hoor, na een jaar of zo dat ik MMA deed, dat ik dat Door dus Dat wordt echt. hè? Ja. Uh. <laughs> Ja, Mensen kijk, weten ge... als je we dat op straat ziet. Ja. Rondje maken. Ja. Iemand die van vechten kent, die kijken zo wel. Oh. Uh. <laughs> Merk je dat, ja? ja, ja. Zoals in Amerika: heel, daar direct, de, uh. de worstel is ook heel veel. En daar, ja. Dus de meesten denken ook: hey, wat voor sport doet je, je MMA voor? Ja. Ah, ze okay. herkennen dat wel. Dat is meteen de maar, vraag zo. Maar hier, maar hier kijken ze zo: van, is, die, is die gehandicapt of zo? <laughs> <laughs> nee, ja. Is dat een alien? Dat die probeert ruzie te maken. <laughs> ja. ah, nee, ja, ja. <laughs> bij, bij Sasha had ik dat gezien, zo, die had er eentje. Ja, porque, Sasha, ja, dat al? Ja, Sasha, dat ja. Die heeft één, één bloemkool. Ja, ik weet nog dat ik bij hem dus thuis was, die ging, ja. ging weigeren. Dat was een digitale medicijn. Ik zei, ik, zag dat. ik zei: opletten, laat je gewoon met rust. Hij <laughs> moet gewoon met rust wegen. Sam, <laughs> ja, het is een orde, voor Ik regel wel voor u. <laughs> Echt waar. Ja. Allee, ja. Nee, maar goed. We zijn anderhalf uur bezig. Uh, is er nog iets dat we wil delen? Oh, jullie hebben alles gevraagd. Hè? <laughs> ik denk ik ja. we dat we een goede conversatie hebben gehad. Waarom mogen we naar Denk je, heb je in, je in je hoofd zelf, heb je van binnen zoveel jaar ga ik de kans krijgen om een mailkampioen te worden? Of binnen zoveel maanden. Als het gaat gebeuren, gaat het binnen één of twee jaar gebeuren, denk ik. In twee jaar gaat dat wel gebeuren. Dus uh, ja, ik ben nu nummer vier, Dus ik moet gewoon. Weer de kans krijgen. Het ja. hangt ook van organisatie af. Hoe, hoe werkt het eigenlijk dat je nu nummer 4 zit geworden? Omdat je iemand van nummer 4 hebt nee, verslaan? Of? Hoe zit je van 10 naar 4 gesprongen? Kijk, uh, ze, ze hebben dat gedaan omdat ik gewoon uh, gedomineerd heb, denk ik. Ja. Wel. En, je hebt het heel duidelijk gewonnen. En, uh, bij de top 10, ik ben ook al, hoe lang ben ik al in de top 10? Misschien al drie jaar of zo. Ja, okay. dus ik heb ook een paar jongens van de top 10 ook al gewonnen. Dus. Mm. We gaan ze anders daar zetten. Ja, is ook. Ik heb nog wel een goede vraag. Denk je dat als je, want je zit duidelijk veel beter geworden in worstelen en waarschijnlijk ook in BJJ. Hè? Ja. denk je dat als je nu nog eens tegen Steve Maury zou vechten, dat hij ja. zou winnen? Want hij zit ook in de top Kijk, 5, denk ik. Hè? Als ik dat niet denk, dan zou, ik, dan zou ik al deze sport niet meer doen. Zeker denk ik dat ik kan winnen. Hij is een, moet ik zeggen, we zijn ook bevriend geraakt. Hij is een echte, heel okay. jongen, fijne jongen. Uh, maar kijk, uiteindelijk denk ik wel dat die dag gaat komen dat, ik, ja. dat we terug gaan vechten. Dan ja, ik denk wel dat ik nu de tools heb om te winnen, ja. maar hij is niet te Hij is heel goed op de grond en uh, als hij mij naar de grond zou krijgen, is er nog altijd een kans dat hij kan winnen. Ja. Op een submission, want hij is heel goed. Maar nu mij op, op de grond krijgen is wel veel moeilijker. Ja. En ik ben, uh, natuurlijk ben ik ook beter op de grond nu, dus ik zie zeker mee winnen, ja. zeker. Maar ja. het is niet dat ik zeg van, hey, nee, hij is niks en nee nee, hij is, is heel, heel sterk. Nee, hij bewijst ook in zijn wedstrijd dat hij wint. Als een wedstrijd ook heel zijn... ding, hè. Ja. ja. Want zeg, hij zit ook in de top vijf denk ik op dat moment. Hij is nummer 3, denk ik. Zelfs. Nummer drie, ja, ja. Nummer... Echt, ja. hij gaat vechten tegen Moldovski nu. En hij is twee, Moldofski. En ja. je zelfs één. Uh, Ryme kampioen en dat is één Nee, Eén like is van Vazel. Ah ja, Vazel. Ja. Klopt, klopt, klopt. Ja. Dat is wel een mooie partij voor de organisatie om te maken. Eigenlijk. Ja, zeker. Dat heeft ook een verhalen. Een verhaal. Een verhaal, verhalen, ja. snap je? Ja. Ja. Want jij was, nog, dat was uw, jij, jij was nog nieuw in Bellator. Ik hè? was nieuw in MMA zelf. Ja, dus, ja, en nu ondertussen zit je naar nummer 4 gesprongen. Ja. Dus eigenlijk is dat je kans ja, van. Zeker, ik, heb, ik, ik verdien die wedstrijd ook, denk ik. Waarom? Ik heb mee opgewerkt. Ja, 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 dat is waar. Ik heb, uh, ik heb me opgewerkt. Maar ja, kijk, dus, uh, ik zeg nog, dat is een hele goede jongen. Ik ben ook daar een paar keer gaan trainen. En uh, maar als die wedstrijd moest komen, geen uh, slechte intentie tegen hem, maar hm. ik kwam natuurlijk om te winnen. Ja, uh, kijk, kampioen is Ryan Bader, nummer 1 is Vazel, nummer 2 Voldaski uh, Voldaski, nummer, nummer 3 Maori, nummer 4 jij. En nummer 4, uh, uw vorige te ja. tegenstander, de nummer 5. Ja. Maar kijk, Steve Maurer is 10-0, dus heeft ja. hij heeft nog nooit verloren. Nee, hij heeft nog nooit verloren. Dat kan nee. ook wel stevig hoor. 1-0. Is in draw. Ja, Nou ja, ja beloond. Die, die weg tegen Moldovsky. dus daar ben ik wel benieuwd. Wie ja. gaat weer een Moldowski, is ook een heel sterke jongen. Ja. Ja, nu volg je ook wel veel feller denk ik hè. nu volg je dat ook wel veel feller denk ja, ik hè. ja zeker want uh, ik het is allemaal tegenbij hè ja dat is heel tegenbij Uit ja. uiteindelijk ja. moet ik uh, een, een, een van hun vechten had ja. dat waarschijnlijk tegen veel van hun ja, ja, ja. ja, ja. ja Eén van een van hun vier op jezelf. ja zo Meest sterk, In ieder geval, ik, ik geloof dat jij de toekomstige kampioen wordt. Dankjewel. En ik hoop dat ook zelf, echt, Want het is je volledig gegund. We staan, al, we staan allemaal achter je. je en, ja, ja, los, van, los van alles uh, hoe, ik, hoe ik u ken, hoe ik me herinner van vroeger al, is dus je gewoon een heel goede kerel, letterlijk. Hè. Je bent een heel goed mens, je is een heel rustig, is heel bedaard heel gecontroleerd. Um, heel bescheiden ook altijd geweest, altijd voeten op de grond gehouden, want zelfs vroeger, zoals gezegd, was, je was letterlijk de beste bokser en niemand kon iets anders zeggen, <laughs> letterlijk, en dat was voeten altijd op de grond geweest en zo. Okay. Uh, daar heb ik heel veel respect voor. Ik kijk op. op naar u. ik vind het chique wat je doet. Dank je wel, jongens. En ik wens je echt het beste, inshallah. Ik hoop, ik hoop dat we in de komende, komende jaren... Uh... Met de pijlt hier staan, hè. Nee, exact. Alles, uh, dat is de bedoeling, inshallah. Zeker. Ja, ja, echt waar. Zeker. Uh, mensen, bedankt voor het kijken. Uh, laat een reactie achter. Laat een reactie ook achter voor, uh, voor Gukkenavi. Luister, we hebben al vaker reactie gehad. van Laat ik een consultant komen. ik komen. Ah. Ten eerste, hey. ik ben al lang aan het proberen. Dat weet je, nee, nee, nee. <laughs> Ik ga je niet slecht praten, nee, maar nee. ik ben al lang aan het proberen. Nee, nee. <laughs> het is uiteindelijk gelukt als je nu niet reageert. Hè. Hey. Hey, als jullie niet reageren, kom ik jullie thuis ophalen. halen. reageren. Daar hoeft verder niks over gezegd te... te worden. Klaar. Stop je goed daar, man. <laughs> man <laughs> bedankt voor het kijken. Man. Peace, tot de volgende. <laughs>